Goedenavond allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken. Nou, dit zijn de nieuwe producten vanavond. Ik weet zeker dat jullie het hartstikke leuk gaan vinden. Ik licht alvast een tipje op van de sluier. Het wordt echt kerstmis vanavond. We gaan beginnen. Natuurlijk kan ik dat vanavond niet alleen doen, want achter de knoppen zit Gillian weer klaar. En ik ben natuurlijk ook samen met Pepijn Borrel. Hallo allemaal, welkom en goedenavond. Vanavond een extra Nail Talk Live uitzending. En deze keer gaat het dus, zoals Cerise al had gezegd, over de nieuwe producten die wij 27 november gaan lanceren. We hebben ze al even op de display gezet voor jullie, dus misschien is het even leuk te kijken. Dan zie je al wat jullie allemaal kunnen gaan verwachten straks. Ja, het staat helemaal vol, allemaal vol met snoepjes, prachtige dingen. En natuurlijk, zoals ik al zei, 27 november hebben we dan ook het kortingsweekend. 27, 28, 29 en 30 november bij zowel ons als onze distributeurs een online kortingsweekend. Maar we gaan natuurlijk genieten van de leuke dingen. En we gaan lekker naar Cerise, want volgens mij gaan we eerst glitteren. Ja, we beginnen met glitters en we eindigen met glitters. We hebben in ieder geval heel veel glitters voor jullie. En allereerst om te beginnen, de balmaské. En ik denk dat jullie eventjes terug moeten gaan naar het beeld van het mooie torentje hiernaast, Gillian. Dat kan jij wel. En dan zie je dat je geen keuze kan maken, want zoals je ziet, als je ze alle zes in wil kopen en dan zo in de salon neerzet, dan zie je een prachtige afbeelding van een masker. Dus ja, dat is echt... een collectors item zo met z'n zessen bij elkaar. Dus hartstikke leuk om te hebben. Plus, wat heel erg leuk is, deze glitters kun je echt eindeloos combineren met de kleuren die jij misschien al in huis hebt. Dus misschien wel leuk om jullie alvast wat voorbeeldjes te laten zien. Ja, want jij was natuurlijk thuis en je hebt gisteren alle voorbeelden zitten maken. En toen appte jij me gisteren in de loop van de dag van, Pepijn, er zijn echt perfecte matches al in jullie collectie. Dus ja, die gaat Cerise aan ons laten zien. Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ik zag de glittertjes en ik had zoiets van, nou, misschien 10 nagels veel te veel. Ik ben altijd van less is more. Dus het was precies van mij op toepassing om te denken van, oké, hoe kan ik nou leuke accenten aanbrengen in een setje met kleuren die ik al heb? Dus kom maar even meekijken, want ik heb voor jullie alvast een beetje nagedacht. Ik heb hier in het midden, zie je eigenlijk alle zes de kleuren van de balmaské. Het zijn echt prachtige kleuren en het is een beetje een soort van flakes-achtige glitter. Dat gaan jullie later uitleggen. Je ziet de kleur hieronder, die ik daarbij heb bedacht. Natuurlijk gewoon de Black is Black. De Deep Sea Blue, uit mijn hoofd. Rosé Taupe. Daarnaast heb ik de Beige Bloom. Ik heb hier Roxy Red, geloof ik. Clay Red. Oh, Clay Red. Clay Red en de brown. De powder brown. Dus je ziet dat dat een hele mooie kleurenkoek. Ik zal het weer naar beneden. Je ziet dat dat een hele mooie, dezelfde tint heeft als die kleuren van de balmaské. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je deze kleuren erbij moet hebben, want het is sowieso een geweldige glitter. En ik ga jullie laten zien waarom natuurlijk, uiteraard. Dus ik ga wat voor jullie lakken even voordoen, hoe goed ook de dekking is van die glitters. Het is ook wel leuk om te weten. Twee laagjes en dan is die eigenlijk al gewoon helemaal dekkend. Dus dat scheelt ook een hoop rommel op tafel. Stel je voor dat je graag een glitter wil aanbrengen. Dan heb je niet al die losse glittertjes, maar dan kun je gewoon hop een lakje pakken, eroverheen lakken. En zonder rommel heb je dan echt onwijs leuke glitternagel in je set. Ja, ik wil ook eventjes melden, ik vind het zo leuk hoe jij die tips zo hebt gecombineerd bij elkaar op dat stokje. Dat je de echte verschillende effecten bij elkaar kunt laten zien aan je klanten. Ja. Dat is wel echt een super handig om dat op die manier te doen, hè, Cerise? Ja, inderdaad. Eigenlijk dacht ik bij mezelf, hey, ik heb helemaal geen losse tips. Maar ik had deze tips natuurlijk liggen en ik heb weinig klanten. Dus voor mij, ik heb het niet zo, meer zo nodig. Maar hoe leuk is het om je klant in één oogopslag te laten zien wat je eigenlijk met één kleur kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld een glitter erbij zetten waarvan je denkt dat die mooi matcht. Dat is superhandig kiezen voor de klant. Ben je ook eigenlijk veel sneller tot een agreement eigenlijk gekomen met die klant, want die ziet dat meteen. En het is ook leuk om te laten zien hoe de kleur er mat uitziet en glanzend uitziet. Want vaak scheelt dat echt nog wel of je een matte of glanzende top gebruikt. En een klant kan zich dan gewoon veel beter inbeelden hoe dat eindresultaat wordt. Dus super handig.
Ja, voordat jij gaat beginnen met het aanbrengen, denk ik dat we eerst even de commercial gaan bekijken van Balmaské. Met onze eigen Gillian als figurant natuurlijk. Deze prachtige glitters, dan kan jij zorgen dat we zo direct kunnen kijken wat je dan allemaal met deze glitter kunt doen. Ja, en zoals jullie zagen zijn het niet de allermakkelijkste namen, maar het zijn de karakters uit de Commedia dell'arte. Dat zijn de karakters tijdens het Venetiaans carnaval. En ieder karakter heeft een eigen specifiek masker. En dat masker komt weer terug op de flesjes. Maar voordat we dat gaan doen, ik zag het al in de comments, kun je even herhalen welke die perfect matches nou precies zijn. Dus we hebben een afbeelding voor jullie klaar, waarvan je kunt zien precies welke kleur gel polish je kunt combineren met de nieuwe glitter gel polish. Dus als je nou slim bent, maak je nu even een screenshot. En dan heb je dat voor jou thuis. En dan kun je kijken welke gel polishes heb ik al. Zodat je die hele mooie combinaties kunt maken die Syriza zojuist heeft laten zien. Dus heb jij die screenshot al gemaakt? Zo niet, doe het dan even nu. Pang, 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 pang. En dan heb jij voor je eigen reference natuurlijk de perfecte match. En die leuke colorpops die Syriza gebruikt met die 3-in-1, die hebben we natuurlijk ook te koop. Dat zag ik zojuist in de comments, de vraag daarover. Die hebben we in zwart, clear en in natural. Maar goed, genoeg van mij nu. Nu willen we natuurlijk weten wat we met die leuke glitters kunnen doen. En we gaan lekker genieten van wat Syriza ons gaat laten zien. Heb je tussendoor een vraag, schroom hem niet te stellen, want dan beantwoord ik hem. Of zet ik hem door naar Syriza. Ja, dan gaan we gewoon even lekker beginnen met de nieuwe producten dus echt te bekijken. Want zoals je inderdaad op de afbeelding zag, doet nog helemaal niks. Het is natuurlijk een prachtige, prachtige vrouw en dan zie je de kleurtjes ernaast staan. Dan denk je bij jezelf, oké, hoe ziet dat er nou echt uit? Dus het is wel heel leuk om dit vanavond eventjes gewoon live te gaan bekijken. Want ik weet zeker dat je verliefd wordt natuurlijk. Ik ga allereerst beginnen met de combinatie op de beige bloem. Dus die ga ik eerst eventjes lakken, voordat ik eigenlijk verder ga met de glitter. Ik heb hier de beige bloem. Het is eigenlijk een beetje een kleur waarvan je denkt, oké, wat gaan we daarmee doen? Die ga ik eerst eventjes lakken. Ik lak hem gelijk op de Colourpop, zodat jullie kunnen zien hoe dat precies gaat. Want je moet eigenlijk een beetje uitkijken aan de onderkant, trek je hem er gewoon overheen. Het enige wat kan gebeuren is dat je een klein beetje knoeit op dit gedeelte. Dus daar moet je dan voorzichtig mee zijn of anders even met een correctiestift schoonmaken voordat je hem uithardt. Ga ik niet doen. Zo, ik zet hem even boven. Kan ik die dadelijk gebruiken. En ik hard hem vast uit voordat ik met de kleur verder ga. Als jullie het niet erg vinden, heb ik niet alle namen onthouden. Normaal gesproken ga ik het uit mijn hoofd leren, maar ze zijn wel echt heel erg moeilijk. Maar wat is daar toch geweldig over nagedacht. Dus dat is wel heel erg leuk. De kleur die daarbij past is de Isabella. Nou, het flesje is ook alweer de moeite waard gewoon om te hebben. Ik word er in ieder geval heel hebberig van.
Mooi maskertje zie je hier ook wat erbij hoort. Van tevoren altijd de flesjes goed schudden. Je moet natuurlijk zorgen dat de glitters echt helemaal door de lak heen zitten. Dus belangrijk om dat even krachtig te doen. En die ga ik hier eventjes onderlakken. En dan zie je dat de tint ook echt heel erg mooi daarbij past. Ja, het schittert je echt tegemoet. En ik zorg nu dat ik tipje 2 lak. En dan zie je eigenlijk dat hij na één laagje al echt waanzinnig goed schittert. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik doe gewoon één laagje, een dun laagje, over een kleur heen. En dan heb je de kleur nog op de ondergrond. Terwijl er een glittertje overheen ligt. Dan zou ik eerlijk gezegd wel altijd een matchende kleur pakken. Eerst laagje nummer 1 en dan bij laagje nummer 2 ga ik zorgen voor een goede dekking. Dus hij is al aardig gedekt. Dat is inderdaad wel leuk eventjes om te zien dat hij dat dus echt heel goed doet. Je hebt echt een onwijs goede dekking en ik geloof echt dat dat komt. Omdat dat glittertje eigenlijk een soort van heel plat is en heel erg goed ook onder die lak blijft liggen. Dus ja, je vult hem eigenlijk in één keer op met die glitter. Het is echt een ander soort glitter dan een korreltje. Maar ik ga jullie op de kleur daarboven dus laten zien hoe dat dan eigenlijk, wat daarmee gebeurt. Als je dat een beetje gaat oppoetsen, want dat kan namelijk ook met deze lak. Oké, ik ben klaar voor laagje nummer 2. En laagje nummer 2, gewoon hier overheen. En dan heb je eigenlijk gewoon een perfecte dekking. Er hoeft geen kleur onder. Je kan natuurlijk wel dezelfde kleur eronder doen. En dan inderdaad, wat ik net zei, ook gewoon één laagje lakken. Maar als je hem echt dekkend wil hebben, gaat dat prima met de lak alleen. Ja, hij is echt hartstikke goed gelakt. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want hij schittert echt de pan uit. En uitharden. En nu ga ik jullie laten zien hoe je een soort van input glittertje kan maken van deze gel lak. Daarvoor ga ik deze gel lak gebruiken en een wipeje. In principe ga ik eigenlijk verder met de kleur daarboven. Dus als dit niet helemaal uitgehard is momenteel, is dat niet zo erg. En ik had hem gewoon weer dichtgedraaid, dus doe hem weer even open. En wat nu belangrijk is dat je niet te veel lak oppakt. Een beetje. En die zet ik, smeer ik eigenlijk dun over die kleur. Zo kun je ook zien dat dat ook een heel leuk effect geeft. Ik smeer hem uit over deze kleur. Dus niet te veel gebruiken, want ik ga hem ook nu afnemen met een wipeje. Dus voordat je hem uithard? Ja, voordat ik hem uithard. En als ik hem uithard, of als ik hem uithard, als ik hem afwipe, dan zie je dat je eigenlijk een soort chroomachtig effect krijgt. Oh, dat is grappig. Ja, dat is heel leuk. Je moet daar wel een beetje mee oppassen dat je dat wel iets, ja, toch wel net doet. En dan zie je dat dat in je kleur blijft zitten. Ik veeg hem eigenlijk gewoon goed uit. Ik ga hem even inzoomen, de topshot, zodat we dat goed kunnen zien. Ja, dat is leuk. Zo. Dat is uitzoomen. Ja. Je ziet nu al dat het een beetje als een chroom, beetje chroomachtige stukjes erop blijft zitten. Dat betekent dus ook dat als je hem eigenlijk verpest hebt, je hem dus niet zomaar met een droge wipe af kunt nemen. En dit ga ik nog even fixeren in de lamp. Leuk. Wat een grappig effect. Hoe heb je dat nou ontdekt? Ja, gewoon kijken wat er gebeurt met een productje. Ik krijg dat natuurlijk heel leuk allemaal dan thuis gestuurd in een doosje. En dan ga ik gewoon eens kijken wat er mee kan. En ik wilde eigenlijk een dun laagje aanbrengen. Dat ik dacht, nou, misschien als ik hem een beetje zo afsmeer, dat er wat blijft plakken. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik haal het wel weer af. En toen bleef dat eigenlijk plakken. Ik denk, oh, en als ik het nou door blijf poetsen. En toen werden die oppervlakten van die glittertjes eigenlijk gewoon wat groter. Nu zie je best nog wel een shimmer, maar ik ga hem mat lakken. En dan zul je zien wat een leuk effect dat gaat geven. Ja, het zit hem vaak in die gekke combinaties, hè? Gewoon dingen proberen en dan ontdek je de meest waanzinnige en leuke dingen. Kijk, ik word al helemaal gelukkig van puur de glitter. En we hebben dat natuurlijk met ons team van Nail Talk Live trainers hebben we dat uitgekozen. Want ja, een kerst zonder glitter is natuurlijk geen kerst. Afgelopen kerst hadden we natuurlijk de rode glitters. Die waren ook echt prachtig. Maar ja, nu dus allerlei andere metallic kleurige glitters. Dan gaan we even kijken bij Syriza.
Ja, want die hadden we natuurlijk niet, dus dat is wel echt heel erg leuk. Ik ga eventjes... Deborah merkt op, dus je veegt eigenlijk de lak er tussenuit en dan blijft de glitter als het ware een beetje over. Nou, in principe probeer ik met een droge wipe de lak eraf te krijgen. De glitterlak. Die probeer ik af te krijgen van de beigebloem waar de plaklaag nog aan zat. Dus die beigebloem had nog een beetje die plaklaag en daar blijven eigenlijk die glittertjes een beetje aan vastzitten. En omdat ik dat uitwrijf, worden dat een soort vleekjesachtig. Het verpulvert een beetje. Ja, het is heel grappig. Een soort folieachtig effect dus. Vleekjes folie. Nou. Dus nu lak ik hem even mat, zodat jullie het effect echt leuk kunnen zien. Moet je zelf even kijken hoe ver je hem door wil poetsen. Ja, en het is echt weer leuk om die beigebloem dan te gebruiken. En dan op deze manier dus verschillende variaties te maken. En wat eigenlijk dan uiteindelijk heel leuk in één set te dragen is. Je hebt bijvoorbeeld de beigebloem. En dan heb je er bijvoorbeeld eentje helemaal vol met glitter. Twee laagjes met een topcoat. En die andere doe je dan bijvoorbeeld daartussenin. Om pinkje bijvoorbeeld. Doe je dan op deze manier. Poets je hem uit, maak je hem mat. En zo heb je een set echt mooi in dezelfde kleurstelling. Alleen dan even net iets anders. Dus dat is leuk om te doen. Met één zo'n extra... Een glittertje eigenlijk. Ja, super idee, hè? Ja, ik zit ook gewoon lekker mee te kijken en te genieten van wat Cerise allemaal aan het maken is. Want ik vind het altijd een feest. Volgens mij is hij nu uitgehard. Ja, hij is klaar en hier heb je dan het eindresultaat. Oh, dat is echt heel leuk. Het is een beetje vintage, metallic-achtig. Ja, inderdaad. Een beetje vintage, inderdaad. Dus het is echt heel leuk om dat te combineren met elkaar. Ik zal nog even de glitter aflakken. Je kunt de glitter ook aflakken met een matte top. Maar dan vind ik hem leuk voor op een achtergrond, maar meer ook niet. Ik zou deze glitter gewoon echt glanzend aflakken. Zo leuk. En ik hou wel van mat, maar toch. Weer de Supreme Finish even erbij gepakt. Die blijft natuurlijk ook echt wekenlang mooi op de nagel. Over de glitter heen. Zou je er ook een ombre mee kunnen maken met twee verschillende glitters? Ja, zeker. Cool. Ik denk wel dat je dan heel even bezig bent, omdat je de glitter natuurlijk eigenlijk uit gaat vegen. Als je de glitter natuurlijk uitveegt, er zit niet echt een heel goed pigment in. Het is vooral de glitter. Dus ik denk dat je toch wel echt een paar laagjes nodig hebt om die dan door elkaar heen te laten komen. Je ziet echt dat de lak is transparant en die glitter, dat maakt eigenlijk de dekking. Dus ik denk wel dat dat zeker lukt, maar het kost wel even tijd, denk ik. Even spelen ermee. Maar goed, dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Cerise heeft het al gezegd, het is een limited edition. En de doosjes vormen dus samen, dankzij Lindsay die bij ons op de art department werkt, een prachtig Venetiaans masker. Waar dan dus die 6 mooie flesjes in zitten. Dus eigenlijk is het de verpakking als het ware de display geworden. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. En dat heeft Lindsay echt heel erg goed gedaan. Het is allemaal een joint effort, altijd uiteraard. Ik denk dat het leuk is als we nog even al die staaltjes bij elkaar zien. Ja. Om nog even de kleuren goed te kunnen kijken. En hoe je die dan hebt dus gecombineerd met die Perfect Match gel polishes. Ja. Ja, super. Wat is nou jouw favoriet, Cerise? Die namen weer, hè. Maar ik denk deze twee, dat ik deze echt het leukste vind. Al heb ik laatst die hele donkere, die ik weet de namen niet zo goed. Maar die grijs-zwarte, die anthraciet-achtige, heb ik bij mijn vriendin gelakt. Die foto heb ik ook geplaatst. In een setje met zwart, met echt pikzwart. En het kwam echt waanzinnig mooi uit. Ja, supercool. Ook heel erg mooi. Maar ja, aan de andere kant is het zilver altijd handig om... Ja, weet je wat? Gewoon allemaal natuurlijk. Ja, het is heel erg lastig, want het ligt aan de combinatie die je maakt. Het ligt niet zozeer aan de kleur, maar meer aan de combi die je neerzet. En ik weet zeker dat ik van jullie weer dingen ga zien dat ik denk van zo, het is ook echt een toffe combi. Dus dat zou je eens moeten proberen. En daar zijn deze tipjes natuurlijk super handig voor. Want dan kun je ook zien of dat dan ook echt bij elkaar goed uitkomt. Dus uitproberen, wat Pepijn zegt. Ja, super cool. Het zijn er dus 6. Inderdaad, de namen zijn een beetje lastig. Maar dat is dus omdat het personages zijn uit de Commedia dell'arte. Daardoor komt er dat mooie masker op. En vervolgens heb je dan natuurlijk een hele bijzondere glitter. Maar we zijn gek op glitters. En zo gek zelfs dat we maar liefst 12 metal inlays hebben. Speciale inlaydeeltjes die jij onder andere hebt uitgekozen, Cerise. En ik denk dat we daar nu naartoe gaan. Hè. Dan heb je ook nog een speciaal penseel voor nodig. Ja, ze bleef maar doorgaan. Het werd een hele waslijst toen we die meetings hadden over al die nieuwe producten. Dus ik ga weer even terug naar Cerise.
Ja, en ik ga jullie stiekem toch nog even iets laten zien met deze gel polish. Oh, sorry. Want ik heb nog iets leuks om te laten zien. Een hele leuke, simpele, snelle nail art. Dus hij is in principe zo voorbij. Dus die wil ik jullie wel eventjes laten zien. Dat is anders een gemiste kans. Want soms ligt het bedenken van nail art gewoon een heel klein hoekje. Dat je denkt, oh nou ja, zo simpel. Ik ga nog één keer de kleur lakken. En daar ga ik met dezelfde glitterlak nog wat anders leuks mee doen. Op de onderste. Het is prachtig, hè, deze kleuren bij elkaar. Ja, het is bijna een soort nude meets glitter. Ja, juist, inderdaad. En zo is eigenlijk je relatief saaie kleur, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar je relatief fletse kleur krijgt dan in één keer toch wat meer leven. Ik heb hier een laagje gelakt van de beige bloem en die laat ik uitharden, minimaal 10 seconden. Nou, ik zie dat er toch wel behoorlijk wat mensen aan het kijken zijn. We hebben 174 kijkers. Hoe heet deze glitterlak? Dit was de? Isabella. Isabella. En ja, we gaan weer door met jou. Ja, ik ben gelijk alweer door met mijn flesje. Even openmaken. Je kan nog natuurlijk een combietje maken en dat is een klein beetje van de kleur bovenin zetten. Je ziet ook nu dat hij een beetje transparantig is eigenlijk van zichzelf. Ik zet een beetje van de kleur neer. Daarna kun je een ombre penseel pakken of een detailer 3 of een penseel wat je fijn vindt, wat een beetje plat is. En kun je vervolgens dit glittertje een beetje doortrekken. Dat is het beste om te doen op de plaklaag. Want dan blijft hij lekker kleven. En zo maak je eigenlijk een hele simpele, een beetje ombre-achtige sterrenhemel. Die kun je gewoon verdelen over de tip. Ik zou hem niet helemaal doen. Beetje bovenin. En dan heb je weer een extra snelle nail art. Uitharden en de lak eroverheen. Ja, superleuk. Zo simpel is dat gewoon. Ja. Dat is dan een beetje dat zo'n glitterwatervalletje bij de nagelriem, hè? Ja, inderdaad. En kan die ook van beneden naar boven? Ja, natuurlijk wel. Hij kan ook van beneden naar boven. Ja, dus dan heb je eigenlijk een ombre met een glitter en dan de basiskleurlak. Juist, inderdaad. Heel simpel. Ja, maar zo leuk. En het is iedere keer ook zo ontzettend leuk om al die dingen te zoeken. Anita Verkooyen, je komt net binnen. Hallo Anita. Jij vraagt, is dit een nieuwe glitter? Nee, dit zijn de 6 nieuwe glitter gel polishes. Limited edition. Ze heten Bal Masqué. En ze zijn genoemd naar de 6 hoofdfiguren uit de Commedia dell'arte. Dus dan weet je dat in ieder geval. Ik ga ook nog even verder kijken. Ik zie dat Sylvana ook aan het kijken is. Danielle zegt, gaaf. Even kijken. Hoe heet deze gel glitterlak? Dat was de Isabella. Handige tipjes. Ja, inderdaad. Superhandige tipjes. Een must-have deze gel polishes. Nou, dat is het zeker. Ik zie dat Mirjam Zwart zegt. Zeker leuk in combinatie. Ik heb al designs klaar liggen. Daar moeten alleen nog de nieuwe gel polish kleuren bij. Dus zodra ze binnen zijn, zet ik die er ook meteen op. Ja, want aanstaande vrijdag, 27 november, gaan we dus deze collectie lanceren. Niet alleen met Magnetic Soesterberg, maar ook bij al onze distributeurs. Ik ga nog even kijken of ik iets over het hoofd heb gezien. Nou, Jessica zegt, je kunt er natuurlijk ook prachtig over airnailsen met een transparante kleur voor een toffe kleuroverloop. Nou weet ik dat jij airbrush klaar hebt staan, dus wie weet kunnen we dat straks nog wel eventjes doen. Dan krijg je een soort semi-transparante ombre over een glitter gel polish. Nou, dan ben ik er denk ik wel weer eventjes een beetje doorheen, moet ik zeggen. Ja, ik ga weer eventjes terug naar beneden toe. En wat zijn ze mooi. Ja, ze zijn echt prachtig. Ja, dat is inderdaad toevallig ook Black Friday. En we hebben dus het kortingsweekend 27, 28, 29 en 30 november. Om hem eventjes wat meer tijd te geven, ook om al jullie orders te kunnen verwerken natuurlijk. Hou er wel rekening mee dat de post, TNT, wel een beetje vertraging de laatste tijd heeft. Wat is de laatste kleurgel? Beige Bloom, zie ik hier de vraag. Van Nagelsalon IJsselstein. Dat was Beige Bloom Gel Polish. En misschien kunnen we nog één keer de afbeelding laten zien met de perfect match van deze kleuren. Er zit wel een tikfoutje in. Maar goed, we hebben de afbeelding kunnen we nu niet meer veranderen. Dus als we die afbeelding even kunnen laten zien, dan zien jullie hier ook Beige Bloom en Isabella. Dus maak even een screenshot, dan weet je precies welke kleur gel polish jij kunt combineren voor die prachtige combinaties die Syriza heeft gemaakt. Nou, ja, ik denk dat we er wel weer zijn, hè, Syriza?
Je kijkt mij echt aan van toch, mag ik nu verder? Ja, ik denk dat we er wel zijn. Ja, we kunnen hier nog heel lang mee doorgaan natuurlijk. Ik had allerlei dingen bedacht, maar ja, weet je, het wordt kerst. En we willen ook gewoon misschien snel iets leuks bij de klant zetten. Dus ook met deze kleurtjes. Dus gewoon inderdaad niet het rood en het groen, maar heel wat andere kleuren. Kun je toch leuk en heel snel iets kerstigs maken. En vooral met het volgende product, daar kun je helemaal iets kerstachtigs van maken. En ik ga jullie dat laten zien, want ik heb iets in mijn hand. De Fluffy Brush. Ik ben echt heel erg blij dat hij er is. Want ja, er is gewoon niks beters als deze. Ik ga jullie even onder de topshot laten zien. Nou, hij is weer echt helemaal mooi. Dit is super zacht. Dat is echt iets wat je kind pakt en dan gewoon overal zo en over het gezichtje heen gaat. Niet doen hoor, want je gaat hier mee in je plaklaag. Dus als klanten dit op hun arm willen voelen, moet je gewoon zeggen, niet doen. Ja, dus lekker bijhouden, maar het nodigt echt uit. Ik ga jullie laten zien waarom jullie deze echt nodig hebben. Dus ik hoop dat jullie er genoeg hebben ingekocht. Oké, ik ga de metal inlay pakken. Maakt eigenlijk niet zoveel uit welke kleur ik pak. Ik pak gewoon iets van de stapel die naast me staat. Het is de metal inlay. En dan zou je denken, weer een inlay product. Wat is dit nou weer anders? Ik ga hem even opendraaien. Het leuke is dat je deze echt op veel verschillende manieren kan gaan gebruiken. In deze glitter zit eigenlijk een hele fijne glitter, een heel klein korreltje. En dat ligt een beetje samen met wat een beetje lijkt op de mirror inlay. Dus die wat grovere stukken, wat plakjes. Even kijken of ik die ergens op een voorbeeld heb. Die ga ik jullie straks laten zien. Ik ga allereerst laten zien hoe jullie de fijne delen van deze glitter makkelijk op kunnen pakken. Want dat doe je met de Fluffy Brush. Dus je kunt hem op twee manieren gebruiken. Nou, hoe gebruik ik hem nu eventjes? Het lijkt me heel makkelijk om dit eventjes gewoon aan de bovenkant van de nagel te doen. Je kan er natuurlijk een geweldige inlay mee maken. Maar het gaat even om het effect wat je met deze glitter kunt behalen. Dus bedenk eventjes dit en dan op je inlay, terwijl je alle mooie French Reverse hebt gezet. Dus dat moet je gewoon even omschakelen. De rest is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ik heb een plaklaag nodig om een Fluffy Brush te gebruiken. Dus ik heb hier de Black is Black en die ga ik eerst lakken over de Colourpop heen. Zou ik je even een gewone Colourpop geven? Vind je dat misschien fijn? Oh, dat mag ook. Heb je iets meer ruimte misschien? Ta-ta-ta-ta. En een pot Power Gel zou ook leuk zijn. Wat nou, een model? Pot Power Gel is ook fijn als je die even wil pakken. Okay. Ik denk, dan ben ik alvast voorbereid voor later. Verderop. Dank u. Ja. Ja, dankjewel. Oh, nou, dit is nog handiger om te doen. Ik pak gewoon even een zwarte Colourpop, want dat scheelt mij weer lakken. En dan ga ik jullie laten zien hoe je dit ook kan doen als je bijvoorbeeld de plaklaag hebt weggehaald. Nou, ik heb hier de Colourpop, dus ik laat de Black is Black even voor wat die is. Het gaat mij erom dat ik een plaklaag heb, dat ik een plaklaag kan gebruiken. Thank you. En daarvoor gebruik ik nu gewoon de Base & Top, want de Base & Top heeft natuurlijk ook gewoon een plaklaag. Dus dan gebruik ik die, want de ondergrond is al zwart. Oké, ik heb hier de Colourpop. En ik creëer een plaklaagje door middel van de Base & Top. Die lak ik hier overheen en die ga ik uitharden. Minimaal 10 seconden, ik zou zeggen maximaal 30 seconden. Niet te lang. Dan ga ik even in de Twin Light. Daarna heb ik hier mijn metal inlay. En een opvangbakje. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat thuis ook wel eens gewoon boven mijn tabletowel doe. Maar dit is natuurlijk veel netter. En de Fluffy Brush. Nou, mijn tip heeft nu uitharding gehad. Ik heb hier mijn glitter. Ja, ik moet het even toch boven dat bakje doen. En ik dompel eigenlijk mijn Fluffy Brush in dat potje Metal Flakes. En dan zie je eigenlijk, ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar zie je eigenlijk vooral dat de kleine delen heel erg op de bovenkant van die Fluffy blijven hangen. En die zet ik eroverheen. Kijk, het gaat heel snel. Ik pak wat op en ik wrijf hem zachtjes over het oppervlakte heen. En omdat het een heel zacht borsteltje is eigenlijk, is hij eigenlijk zo opgevuld. En trek ik ze er niet vanaf. Dus zo heb je eigenlijk heel snel die glitter.
En je ziet dat er niet echt hele grote stukken in blijven hangen als je je fluffy brush gebruikt. Nee, dat is wel opvallend. Dus die blijven dan achter? Die blijven eigenlijk een beetje achter in het potje, ja. Grappig. En ik krijg de vraag hier, dit is zeker het beste te zien op een zwarte gel polish of kun je het op iedere kleur gebruiken? Nou, je kunt het natuurlijk op iedere kleur gebruiken. Het is wel zo dat als je zwart op de ondergrond hebt, je echt het heftigste eindresultaat behaalt. Als je dezelfde kleur een beetje gebruikt als de glitter zelf, dan zal dat ietsje, pietje zachter worden. Maar het verschilt niet zo heel veel. Dus echt als je goed kijkt. Ja, je dekt bijna de hele onderlaag af, hè? Juist. Want ja, die glitters gaan natuurlijk plat liggen als een soort... dakpannen, zeg maar, die liggen dus naast elkaar erop. Dus je hebt dat maar op hele, hele kleine plekjes dat je dat zwart hebt. Hoewel je natuurlijk ook heel weinig glitter zou kunnen aanbrengen. Ja, dat ga ik dadelijk ook nog eventjes voor jullie doen om te laten zien hoe je hier eigenlijk heel makkelijk, heel snel een fading meemaakt. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om te weten hoe je de fluffy brush schoonmaakt. Ja. Ik zou hem eerlijk gezegd niet zo heel snel in een natte ondergrond gebruiken. Dat kan wel. Als je af en toe je fluffy brush een fijne behandeling geeft. En dan bedoel ik gewoon wassen met shampoo. Goed afdrogen en dan gewoon eigenlijk pas de volgende dag weer gebruiken. Want hij blijft dan best nog wel een beetje nat. Maar zo kun je hem eventueel schoonmaken. Tussendoor kun je fluffy brush het beste schoonmaken op een brush wipe. Dus die heb ik hieronder liggen. Niet te verwarren met een nail wipe, want die is heel anders van structuur. Dus je hebt echt een brush wipe nodig. En daar rol ik eigenlijk gewoon mijn fluffy brush in schoon. Voor het grootste gedeelte. Alle kleine glittertjes die achterblijven, tik ik meestal boven mijn prullenbakje een beetje los. Dat is geen probleem. Maar zo zou je bijvoorbeeld weer ook een andere kleur kunnen pakken. En dan zie je dat er eigenlijk haast niks meer in is blijven hangen. Dus dat zou ik tussendoor doen. Je kunt als die echt fel is ook een klein beetje prep en wipe op je brush wipe sprayen. En daar kun je hem ook nog in schoonmaken. Dus dat kan. Dan wordt hij ietsje schoner. Ja, ik zie in de comment de vraag, is de winkel ook open op tijdens het kortingsweekend? De winkel is gewoon open op vrijdag en op maandag, zoals jullie van ons gewend zijn. Maar we promoten dat niet als zodanig, omdat we natuurlijk willen voorkomen dat er te veel mensen zijn. Want we hanteren natuurlijk wel die 1,5 meter afstand in de winkel. Maar ja, als je wil langskomen, ben je natuurlijk van harte welkom. In het weekend concentreren we ons echt op de online aankopen. Dus dan is de winkel niet open voor publiek, maar op maandag en op vrijdag wel. We gaan weer even terug naar Syriza. Ja, daar ben ik weer. Ik ga met de fluffy brush nog eventueel losse glitters van de nagel af fluffen eigenlijk. Ja, het wordt maar gewoon een werkwoord. Zodat ik mijn topgel kan aanbrengen. Dus je maakt dan eigenlijk de nagel gewoon schoon. Dus dan haal je het overschot weg, als ja, het ware. Ja, haal ik het overschot weg, zodat ik gewoon minder meetrek met mijn gellak. Dus doe je gewoon op deze manier, maar doe dat pas wanneer het gefixeerd is. Want dan blijven die glittertjes goed op zijn plek liggen. Je ziet dat er ook echt zo'n beetje holographic-achtige glitter in zit. Ja, het is geweldig. Echt heel erg leuk. Het is gewoon een beetje holo-glitter-achtig. Holotastic. Holotastic. Voor Christmas. Ik pak weer eventjes mijn Supreme. Ik zit net te bedenken waarom heb ik eigenlijk een leeg flesje meegenomen. Maar dit is gewoon mijn glitterflesje. Dus daarvoor hou ik hem steeds op de zijkant. Het is de bedoeling dat je hier echt een aparte topgel voor aanschaft. Of aanschaft, een apart flesje houdt. Zo, en nu lak ik hem. En dan zie je inderdaad dat de ondergrond wel ietsje duidelijker wordt. Dus omdat ik zwart heb gebruikt, zie je dat hij echt een beetje donker oplicht. Dat klopt, dat is een beetje een rare zin, donker. Ik heb een vraag van Jolanda. Als je nu de finisher overzet, voel je dan geen korrels of een oneffen oppervlakte? Nee, zeker niet. Moet je er wel, je mag wel dan een royale laag neerleggen. Maar ik ben sowieso geen voorstander van topgel heel dun aanbrengen. Ik vind topgel moet echt kunnen levelen eigenlijk. Zodat de nagel nog wat strakker trekt. En dat zou ik hier overheen ook zeker doen. Niet dat hij heel dik wordt of dat hij dan gaat lopen naar de zijkant. Maar gewoon echt gewoon een lekkere laag topgel. Niet uitsmeren, maar gewoon verdelen van boven naar beneden. En dan voel je echt helemaal niks. Die glitters zijn plat. Het zijn geen korrels, het zijn echt plakjes, kleine plakjes. Dus het ligt sowieso dan ook meteen heel plat. En zeker als je het met de fluffy brush aanbrengt, dat is ook echt een borsteltje voor glittertjes zoals deze. Die gewoon snel plat geduwd kunnen worden eigenlijk.
Sandra vraagt zich af, welke kleur gebruik je nu van de metal inlezer? Is dat de paarse? Even kijken. Ja. De purple? Ja. Ja, het is de meest paarse inderdaad. Ja, klopt. De felste. En na het aanbrengen van de glitters had je het natuurlijk uit in de lamp. Hè? Dat vraagt Jill nog eventjes. Dus je hebt dat basislaag en daar doe je dan de glittertjes in. Dan had je hem uit in de lamp om te fixeren. Haal je hem eruit, het overtollige glittertjes verwijderen en dan haal je de topgel eroverheen. Niet te dun. En dan wordt hij heel mooi glad en heel mooi glanzend. Ja, ja, dan heb je eigenlijk gewoon weer een hele nieuwe kleur nagel eigenlijk. Dat is dan geen gel, maar ja, die glitters zitten zo in de plaklaag eigenlijk versmolten. Dat je gewoon een mooie kleur hebt als accentnagel bijvoorbeeld. Of gewoon alle 10, dat ligt er maar aan waar je zin in hebt. Maar het is zeker iets om bij je klanten te zetten die toch wel zin hebben in toch een kerstnagel. Zeker weten. Sowieso trouwens, maar ja, ik ben altijd zo rustig met glitter. Maar het is echt prachtig. Ja, het is echt super. Dus het schittert je echt tegemoet. Het is ook, moet ik zeggen, mooier als je het dekseltje open doet. En echt, het ziet weer spiegelen allemaal. Want door die hele fijne glittertjes blijven ook een beetje in dat dekseltje zitten. Waardoor dat een beetje het blik vertroebelt. Zou je er nog eentje willen pakken en eens open willen maken? Gewoon zodat we dat kunnen zien? Ja, tuurlijk. Kijk, als je er zo naar kijkt, dan is het wel een leuke glitter. Maar je ziet ook dat die kleine glittertjes bovenaan het dekseltje plakken. Ja, die blijven echt kleven, omdat ze plat zijn. Hè? Het zijn geen korrels, het zijn echt kleine plakjes. En ja, en dan doe je hem open en dan... Ja, het is echt fantastisch. Het is echt holo, dat zie je. Holo, dat zie je. Het is echt, er zitten eigenlijk allerlei soorten kleuren in. Het is heel mooi. Hier zit ook blauw in en een beetje geel. Dat is echt heel erg tof. Als je hem over zwart zet, wordt hij inderdaad wat dieper, wat intenser van kleur. En wil je hem graag op een soortgelijke kleur zetten, dan is het vooral een extra accent in de nagel. En dan krijg ik de vraag van Fabienne. Zijn de glitters los verkrijgbaar of in een kitje? Ze zijn allemaal los verkrijgbaar. Het zijn 12 verschillende kleuren. Als je even de kleuren precies wil zien, dan kun je even naar de webshop van Magnetic Nail Design gaan. En daar heb je een pagina sinds kort, die heet Coming Soon. En dan kun je de 12 verschillende kleuren zien. En dan weet je precies welke er allemaal zijn. Maar het varieert van lilac naar purple, naar zilver, naar alle kleuren van de regenboog. Natuurlijk heeft ze hier ze allemaal op de tafel staan. En ze heeft ze ook al aangebracht op tips. Dus hier zie je ze. Ja, wat ik eigenlijk vond, want ik ga dan kijken van hoe staat dat dan mooi op een paletje. Heb ik hier eigenlijk de wat koele kleuren, de roze, paars, blauwe tinten aan de bovenkant. En dan onder heb ik de eigenlijk geel, groen, bruinige... Ja, wat warmere tinten hier zo aan de zijkant, oplopend natuurlijk naar het groen. Hier is die erg warm, dat is mooi. En het geeft echt allerlei soorten schitteringen. Ja, het is echt, het schittert je echt vanaf een kilometer tegemoet. Ja, leuk hè? Het is echt heel mooi. Ik vind het allebei heel mooi. Ik ben wel heel erg weg van het roze en het blauw. Maar ja, aan de andere kant, ja, met kerst ook wel tof hoor, met zwart dit. Ja, en het is natuurlijk ook prachtig inlay hè? Ja, inderdaad. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon metal inlay. Ja, ik zou dit onmiddellijk in een technische nagel zetten. Maar het is ook juist zo leuk om deze te gebruiken op de nagel. Gewoon als snelle nail art. En jullie dat dan te laten zien. Want eigenlijk kun je hem veel simpeler gebruiken. Dat is een hele moeilijke technische nagel. Daar heb je misschien helemaal geen tijd voor met kerst. En dan is dit natuurlijk wel heel erg leuk om daarmee te gaan doen. Maar het is zeker inlay waardig. Ja, dus ik ga hem binnenkort wel eventjes heel uitgebreid gebruiken, denk ik. Lisette vraagt zich ook af of je bij deze 12 voorbeeldjes alles op een zwarte ondergrond hebt aangebracht. Ja, ik heb alles op zwart gezet, dus je ziet echt de kleur van de glitter. En niks meer, niks minder. Dat heb je natuurlijk met zwart op de ondergrond, dan krijg je echt klaboem de kleur. En als je een kleurtje op de ondergrond wil zetten die erbij past, ja, dan wordt dat net ietsje zachter. Maar je kunt zelf ook bekijken hoe je het aanbrengt. Hè? Dat wil ik jullie wel even laten zien in de volgende, op de volgende tip. Je hoeft hem net... Oh. Je hoeft hem natuurlijk niet helemaal vol aan te brengen. Je kan dat ook gewoon heel subtiel doen. Dat zou ik doen. Ja, jij gebruikt hem ook altijd heel subtiel in die inlaynagels. Ja. Want dat was natuurlijk de inspiratie toen we met ons team bij elkaar zaten. Van wat willen we nou allemaal om te inlayen, om in die nagel te leggen? Ja, en dan vergeten we soms dat het ook heel mooi gewoon eroverheen kan worden gezet. Dat is natuurlijk prachtig, zoals Ries laat zien. Ja. Nou, ik heb toch even voor die zwarte ondergrond gekozen. Omdat ik de volgende echt wil laten zien. Dus ik breng de base en top aan. Over de nagel.
eigenlijk alleen gewoon even voor het plaklaagje. Dus bedenk dat je normaal gesproken je tweede laagje kleur gewoon lekker kunt gebruiken om dit in te fluffen, zeg maar. Dus dit laagje bezemtop hoeft niet. Maar deze tip is al zwart. Ik pak die mooie donkere kleur en dat is deze. Er zit echt een beetje bruin, groen, allerlei kleurtjes zitten daarin. En ik heb een zwarte ondergrond. Ik hou weer eventjes mijn brush wipe daaronder. Of je kunt natuurlijk een opvangbakje, Zo, opvangbakje, uiteraard. Ik haal mijn tipje eruit. Ik pak een beetje van de metal inlay. En ik ga dat bijvoorbeeld eens aanbrengen vanaf dat punt naar boven. Ja, cool. Ja, zo simpel en zo mooi. Ja, en super snel met die fluffy brush. En dit is best nog wel veel. Je zou nog minder aan kunnen brengen. Zodat je nagel dus eigenlijk gewoon alleen een accent heeft. That's it. En natuurlijk uitharden onder de lamp en fixeren voordat je natuurlijk je topgel eroverheen zet. Ja, ik krijg in de comments een vraag van Fabienne. Wanneer komen de Potter Rubber Base uit? Nou, dat duurt nog even wat langer dan dat we hadden verwacht. Ik schat in dat dat begin januari wordt, maar ik laat dat natuurlijk hier in de Nail Talk Live groep weten. En dan gaan we nog een keertje gezellig samen met Syriza kijken wat nou echt het verschil is en wat we daar nou allemaal mee moeten doen. Dus hou dit gewoon in de gaten. Komt zeer binnenkort. Allemaal technische vragen, maar het komt echt heel erg snel. En dan zijn de Potter Rubber Base voor jou ook beschikbaar. We gaan weer denk ik eventjes terug naar Syriza. Ik wacht ook echt op die pottenrubberbees. Ja, ik heb ze wel gezien, maar ja, helaas nog niet. Dus ik hoop echt dat mijn flesje voorlopig nog niet leeg is. Want ik werk graag uit een pot. En het is wel eigenlijk heel persoonlijk of je uit een pot of uit een flesje werkt, hoor. Het is allebei gewoon heel fijn. Ik ga weer een tip pakken. En ik ga het nu net even een beetje anders doen. Ik heb hier in mijn opvangbakje een beetje van de metal inlay gegooid. En als je hem neerstrooit op je tafel, dan kun je eigenlijk heel makkelijk de grote delen pakken. Dus zeg je van, nou, ik wil helemaal niet alleen die volle glitter, maar gewoon een heel paar van die grove stukjes. Zou ik zeggen, pak je bezemtop. Of in ieder geval een topgel die transparant is. Dus stel je voor, ik heb mijn kleur gelakt, toch die bezemtop nu aanbrengen. Die heb je nodig, want die glittertjes gaan in de natte topgel. Nou, mijn beste vriendje ligt natuurlijk naast me, ergens, voor me, achter me. Wat zoek je? Ja, ik heb hem al. Die twee, de drie natuurlijk. Oh. En wat ik eigenlijk altijd even doe als ik dit op ga pakken met mijn detailer 3, is ik tap hem eventjes zo in de topgel. En dan kan ik al die stukjes oppakken. Dus als ik dan een inlaynagel ga maken, kan ik zeggen, nou, ik wil eigenlijk heel veel van die grote stukjes hebben. Ik zet ze natuurlijk gewoon random neer. En dan heb ik in plaats van al die kleine delen juist de grote delen te pakken. En nu gebruik ik hem eigenlijk als inlay. Ik leg de glittertjes neer. Ja, en je doet het natuurlijk op de top als een fading. Dus ja. Deborah vraagt, heeft hij een dubbele laag topgel nodig in verband met scherpte? Ik heb ze enkel nog als inlay gebruikt. Dat heb ik nog niet kunnen checken. Nee. Even kijken voor de zekerheid. Glad, hè? Ja, Deborah, die mirror inlay was best wel groot. Dus die bleef best wel rechtop staan. Dan kan je hem wel plaatsen, maar dan moet je echt op het midden van je nagel blijven. Deze kun je echt helemaal rondom neerzetten. Want het is net een wat kleiner achthoekje, als ik het goed heb, zeshoekje. Maakt niet uit. Hij is net wat kleiner en echt heel dun. Dus het blijft echt prima liggen. Met één laagje top eroverheen heb je hem al helemaal glad. Dus daar moet je eigenlijk niet druk om maken. Kijk, als je echt heel veel erin gaat strooien, ja, dan blijft het een beetje rechtop staan en dan kantelt dat of ze liggen over elkaar heen. Dus dan krijg je hem niet helemaal glad. Maar als je net als mij nu uit een bakje of van een plekje het afpakt en het plat neerlegt, dan ligt het gewoon prima genoeg voor één laagje topgel, waarna die dan helemaal glad is. Ik laat hem nu uitharden, want hij is natuurlijk nog niet uitgehard. Daarna topgel.
Ja, sorry dat ik je eventjes van de wijs breng. Maar dat ja, ik niet. Zie dat er heel veel vragen zijn, heel veel opmerkingen. En Anita Verkooy vroeg zich af welke kleur was dat nou die je gebruikte. Nou, dat was gewoon bezentop op een zwarte colorpop. Natuurlijk kan je er ook gewoon Black is Black gel polish op zetten. En dan in de plaklaag van de Black is Black werken. Maar goed, dit is wel zo makkelijk nu. En zo kun je heel veel verschillende variaties maken met deze glitters. Full cover, een beetje hier, een beetje daar, inlay. Ja, de metal inlay, de naam zegt het al, een absolute must. Even kijken. Ja, Anita Verkooy, ik weet dat je niet zo doof bent, dus vandaar dat ik af en toe probeer duidelijk in de camera te praten om goed te articuleren, zodat jij ook mee kunt kijken wat we allemaal gaan doen. We gaan weer even naar je Cerise. Ja, want ik heb er nog eentje, natuurlijk. Ik ben nog niet klaar. Hoe krijg je nou een glanzende glitter op een matte top? Dat ga ik jullie even laten zien. En ik ga weer gewoon het zwart gebruiken. Oh ja, nog even één dingetje. Dat bakje, dan denk je, ja, wat heb ik daar nou aan zo'n bakje? Nou, kijk hoe handig. Want ik gooi alles zo weer terug in het bakje. Dus een absolute must-have als je met deze glittertjes wil gaan werken. Super handig. Die laatste paar korreltjes die erin zitten, die fluff ik er natuurlijk gewoon uit in mijn prullenbak. Maar ja, dat is echt minimaal verlies, zeg maar. Voor de rest is het meeste dus gewoon netjes weer terug in het bakje. En die gaat naar de zijkant. Ik pak weer even de wat lichtere kleur terug. Ik gebruik weer een zwarte ondergrond. Nou, dat kan natuurlijk iedere willekeurige ondergrond zijn. Ik heb een matte top. Moet wel een matte top zijn zonder plaklaag. Omdat die net wat harder is. En dan blijven de glittertjes gewoon even net wat beter in zitten. Als je een topgel gebruikt, een matte topgel met een plaklaag, dan is die wat flexibeler. En dan houdt hij die glittertjes eigenlijk gestrooid. Want ik ga strooien. Houdt hij die gestrooide glitters niet zo lekker vast. Dus gebruik altijd een no-wipe matte top voor dit effect. Ik gebruik weer even die lichte glitter. De matte top. Goed schudden natuurlijk, als je hem echt mat wil hebben. Ik lak een toplaag over zwart natuurlijk. Dus er komt eerst je kleur uitharden, dan je matte top. En je matte top niet uitharden. Ik pak weer de fluffy brush. Ik pak een beetje glitter op. En zoals ik jullie net al heb verteld, hoofdzakelijk houden die kleine glitters vast in die fluffy brush. En ik tik zachtjes tegen het einde van mijn fluffy brush aan. Dus je raakt hem niet aan, dat zien we goed op camera 7. Ja, je laat hem er echt van afvallen. Tik hem echt, ja, ik laat het eraf vallen. Dat kun je heel subtiel doen, want anders heeft die matte ondergrond natuurlijk geen nut. En ik ga hem uitharden. Heel simpel eigenlijk. Maar ja, je moet er wel eventjes opkomen, dus dat is wel een dingetje. Want dan ga je toch over nadenken, ik wil gewoon mijn glitters op een matte ondergrond. Maar je moet wel opletten dat dat echt dus een glittertje is, wat zo plat is en zo fijn als dit glittertje. Want dat houdt echt heel erg goed. Als ik die grote delen erop zou laten vallen, dan denk ik niet dat dat uiteindelijk goed houdt. Je moet echt de kleine stukjes van deze metal inlay hebben. Omdat ja, die zuigen gelijk vast, omdat het eigenlijk meer plakkaatjes zijn dan dat het korrels zijn. Met een korreltje kan het natuurlijk ook, geen probleem, maar dit draagt wel iets comfortabeler. En dan heb ik hier het eindresultaat. Dat is heel leuk. Ja, dit is echt heel erg leuk. Want hij glanst wel en hij glanst niet. Ja. Ik heb dus gewoon... vind dit echt heel leuk voor kerst. Ja, dit is heel erg leuk voor kerst. Het is echt een sterrenhemel. Op een echt totaal matte ondergrond. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Dat fonkelt eigenlijk dan nog meer, hè? Dus ja, anders. Ja, anders. Als hij dan een beetje eruit steekt, dan gaat hij ook echt daar, pjoe, als ja, een soort ster, schittert hij. En de rest zit dan mooi verschuild verpakt achter dat extreme mat. Ja. Ik kreeg nog een vraag, zag ik, van, sorry, hij was alweer weg. Tessa de Groot, jij vraagt, is de plaklaag van de bezentop geschikt ook om folies op aan te brengen? Dat kun je met de bezentop doen, maar wat heel goed daarvoor werkt, is de plaklaag van de fibercoat. Dat hebben we tijdens de coronaperiode ontdekt. Want ja, Julia Vorobieva doet al die folies plakken in de plaklaag van de fibercoat. En dan krijg je de meest geweldige effecten mee. Vrijwel full cover. Dat was echt heel erg interessant om te zien. Hè? Vond je ook niet, Cerise? Ja, inderdaad. Folie is toch altijd wel een dingetje. En het allerbelangrijkste met folie is natuurlijk dat je iets hebt waarop dat echt goed blijft plakken. Dus dat is natuurlijk een super tip. Ja, zeker weten.
ben ook wel gek op folie, ook als inlay trouwens. Is die ook heel erg leuk. Ik ben in de tussentijd even de tipjes aan het lakken, zodat jullie het eindresultaat kunnen zien. Ja, Jolande Tanis vraagt, voelt dit ook glad? En ook Patricia merkt op, oh heel mooi, helaas willen mijn klanten de glitters absoluut niet voelen. Dus voel je nu wel iets van de glitter? Nee, je voelt de glitters niet. Je voelt misschien een heel klein beetje, je voelt dat er iets zit, maar je voelt geen korrel. Dit is niet iets wat achter je panty blijft haken, als je het zo wil noemen. Dat voel je totaal niet. Omdat het natuurlijk niet echt een korrel is, maar gewoon een kleine plakjes. Dus dat maakt het echt anders dan gewoon een glitter. En Roos van Amting, jij vraagt, hoef je de matte top gel niet af te nemen? Nee, dit is dus een no-wipe top gel. Dat is dus ook vrij belangrijk bij die extreme of voor dit effect. En voor Anita, ik zal even voor jou herhalen. Deze laatste, dat was gewoon een zwarte kolenpop. Extreme matte top gel daarover. Voor het uitharden wat sprenkelen met de glitter. De in laten wegzakken. Uitharden, komt hij eruit, is hij klaar. En je hoeft hem dan dus niet af te nemen. En de glitter zit als een soort sterrenhemel. Verstopt in je nagel. Super cool. Ik ga even kijken wat ik nog meer heb. We gaan maar weer even kijken bij Cerise, terwijl ik op de telefoon zit. Kijk, ziet er altijd een beetje gek uit als ik zo zit te swipen. Het ziet er ook een beetje gek uit wanneer ik mijn kollepoffies aan het afpoetsen ben. Nee hoor, ik heb Bezen Top gebruikt omdat er te veel glitters in mijn glittergel lakje zitten. En er zit nog maar een beetje in, dus ik pak liever even Bezen Top. Dus ik haal de plaklaag eraf. Doe ik gelijk bij deze ook. En dan kan ik jullie laten zien dat die glitters dus echt helemaal verzonken zijn in in de topgel eigenlijk. Of verzonken zijn. Echt mooi glad getrokken zijn. Je ziet eigenlijk nu gelijk, denk ik, op beeld al, voor de kenner waarschijnlijk, dat je echt geen korreltjes ziet. Nee, je ziet echt door de glans eroverheen, zie je dat die overal rechtdoor blijft lopen. Helemaal glad, je voelt echt helemaal niks. En op deze, nou je voelt, het is helemaal glad. Je voelt totaal eigenlijk nog niet eens dat er wat op zit. Het ligt er echt helemaal in. Ja, dus prachtig. Eigenlijk allemaal verschillende manieren van applicatie. Dus dat is wel leuk, denk ik zo. Echt kerstdag. Ja, en ook dat full cover was natuurlijk ook helemaal prachtig. Ja, inderdaad. Dus je kunt echt op zoveel verschillende manieren met die glitters aan de gang, met de metal inlays. We laten nog even die full cover ook zien. Dus helemaal ingefluft. Alleen het puntje een beetje ingefluft. Nou, ik heb wel iets te veel gepakt, maar dat geeft niet. Naar boven, ik heb het hier opgepakt als inlay. Dus dan is het heel belangrijk dat je eventjes een beetje uit het potje gooit in je bakje. En vanaf daar ga je die platte stukjes oppakken, neerleggen in de natte topgel. Dus dat gaat in de topgel en daarna pas onder de lamp, wanneer die stukjes erop zitten. Deze heb ik heel zachtjes van mijn fluffy brush afgetikt. Dan vallen ze naar beneden en dan vallen ze hier plat op, uitharden, klaar. Moet wel op een no-wipe matte top. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat is altijd eigenlijk op het moment dat je iets wil gaan strooien ergens overheen, wat dus er bovenop moet gaan liggen, dus wat je eigenlijk niet afkept, moet je altijd bedenken dat dat moet in een no-wipe topgel of collagel, zoals bijvoorbeeld Cerise Sweeties, zou je daar ook voor kunnen gebruiken. Kun je het gewoon rechtstreeks opgooien. Ja, wat een boel informatie. Daarom zien jullie ook hoe leuk het altijd is om samen met Cerise te werken als wij opnames maken voor Nail Talk Live. Want wij kunnen echt uren praten over wel of niet dat glittertje daar, ja of nee. Dat is echt heerlijk. En dan welke top en welke gel en dan doen we dit en dan doen we dat en welke... Dit is altijd een ontdekkingsreis volgens mij. Heb je nog meer te vertellen over deze metal inlay series? Laat me eens even denken. Nou, volgens mij was dit het wel een beetje. Nee, dit was het gewoon. Het is gewoon awesome. We moeten het gewoon gaan proberen en er gewoon een beetje mee gaan spelen. Het is in ieder geval heel belangrijk met deze glitter dat hij heel plat is. En dat als je hem gewoon één laagje aflakt, dat hij dan ook gewoon zit. En dat je hem op heel veel verschillende manieren kan verwerken natuurlijk. Dus ik zou wel die fluffy brush erbij nemen, want dat maakt het wel een stuk makkelijker. Dat is gewoon zo. En zeker omdat die fluffy brush ook gewoon heel zacht is en heel veel tegelijkertijd oppakt. Dus dan ben je ook gewoon sneller klaar. Ja, het gaat echt super makkelijk. En het is inderdaad makkelijker dan een waaierpenseel bijvoorbeeld, want dat gebruikt in het verleden. Maar ja, je hebt het dus kunnen zien. Chantal Kuiper schakelt net in en zij zegt, kan ik deze nog terugkijken? Blijft deze live staan? Want ik schakel net pas in. Ja hoor, deze live blijft gewoon staan met al de geweldige tips en tricks van Cerise. Ik ga even kijken wat ik verder nog... even of ik iets mis. Ja, en hij komt natuurlijk ook, dankjewel Lidie, op YouTube terecht. Want dat is natuurlijk ook makkelijk zoeken op YouTube. En ik denk dat we naar het volgende onderwerp gaan. En dat zijn de nieuwe vierkleuren Cat Eye. Voordat we naar Cerise gaan, eerst even genieten van de nieuwe commercial. Thank you.
geweldig. Ik zat met Jaap te praten een aantal weken geleden en die zei van, we hadden eerst een wilde kat en nu hebben we een huiskat. En daar moet ik steeds aan denken als ik die commercial zie. Maar het is echt wel weer fantastisch, want het is toch wel echt een stoer kat. Vind je niet, Pepijn? Ja, super gaaf. Echt helemaal te gek. Ik zie van Cora toevallig nu een vraag binnenkomen. Nog even over die matte topgel. Moet de matte topgel dan langer in de lamp? Na 30 seconden heeft hij toch een plaklaagje? Nou, ik zou de Extreme Matte Topgel zeker een minuut uitharden. Dan heeft hij in principe geen plaklaag. Maar als je er met een wipe, met prep en wipe overheen gaat, dan wordt hij nog wat stroever. En het is bijvoorbeeld vaak prettig als je daarop wil gaan stempelen, geloof ik. En ook bijvoorbeeld als je met aquacolors wil gaan werken. Dan kan dat prettig zijn om even met prep en wipe eroverheen te gaan, want dan wordt hij dus wat stroever. En dan loopt hij juist minder uit, geloof ik, Cerise. Ja, het klopt inderdaad. Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld met pigmenten wil gaan werken of met chroom in wil poetsen. Het is natuurlijk eigenlijk een no-wipe. Dus chroom zou die onmiddellijk natuurlijk een beetje vast gaan houden. En als je dan met prep en wipe gewoon echt dat goed poetst, dan kan je hem wel eens een beetje matter krijgen. Zeker weten. En ik doe het ook wel eens tussendoor trouwens, als ik zelf mat draag. Even net de prep en wipe eroverheen halen en dan is die eigenlijk weer helemaal als nieuw. Lekker mat. Dat is nou een goede tip. Want als je nou net als ik veel dagcrème gebruikt of bodylotion gebruikt, dan zul je merken dat je extreem mat op een gegeven moment wat minder mat wordt. Een beetje satijnglans krijgt. Als je er dan gewoon met wat prep en wipe overheen gaat, of bijvoorbeeld alcohol, dan wordt hij weer super mat. Want hij blijft echt wel 3-4 weken lang super mat. En ik zag nog iets binnenkomen, wat ik even vergeet. Ja, de Extreme Mat is trouwens ook een geweldige ondergrond als je wil gaan handpainten. Want hij zuigt als het ware de verf van je penseel af. Zeker als je wil gaan handpainten met airnails paint. Soms gaat het te snel in mijn hoofd en rommelt het er doorheen. Maar we gaan ons nu even concentreren op de cat in the room. Ja, echt. Ik neem jullie eerst wel eventjes terug naar die kant waar de cat eyes natuurlijk staan. En ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen zien, maar het ziet er natuurlijk echt fantastisch uit. Ik zal ze wat dichterbij halen. Dat is leuker om te zien. De flesjes zijn namelijk echt weer gewoon yummy yummy om te zien. Dat is toch helemaal leuk. Ik vind het echt fantastisch. Zo tof met dat oog. En ik ga nu de garnet gebruiken. En dat is de roze. Deze gaan we weer terug op de tafel. En ik krijg de vraag, zei de cat eyes in de commercials, waren die gelakt op een zwarte ondergrond? Ja, die waren gelakt op een zwarte ondergrond, maar je kunt ze ook gebruiken op een natural ondergrond of een clear ondergrond zelfs. Ik heb, vorige week heb ik natuurlijk ook de cat eye gebruikt, dat was op clear, hè? Inlay, cat eye. Op de ringvinger. Ja, want toen zagen we aan de onderkant ook nog. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Toen hadden we nog zoiets van, als we nu gelijk de cat eye erop zetten, dan zien we hem aan de onderkant inderdaad ook nog. Dus dat was inderdaad op de clear. Het is wel zo, nou, dat ga ik jullie wel gewoon even laten zien. Kom maar mee. Ik heb hier de garnet. En allereerst ga ik jullie laten zien dat hij ook gewoon als gel polish zonder magneet echt fantastisch is. En normaal gesproken met cat eyes denk ik, nou ja, daar moet toch wel gewoon even een magneet op. Maar deze is echt heel interessant als je hem gewoon zo lakt. Want er zit eigenlijk een soort holografisch glittertje in. En hij dekt al gewoon eigenlijk helemaal perfect in één laag. Het is wel belangrijk om te vertellen, de structuur is net even een beetje anders. Van deze cat eyes, ze zijn allemaal net een beetje voelen ze anders. Hier zit natuurlijk een klein glittertje in. Dus ik heb ondervonden, omdat ik natuurlijk elektrische manicure doe voordat ik mijn klanten lak, dat je echt heel voorzichtig moet zijn als je onder de nagelriem door wil lakken, omdat er allemaal kleine korreltjes in zitten. Dus doe dat heel voorzichtig en kijk dat er geen korreltjes achter blijven. Blijft er een korreltje achter, geen probleem, maar tik hem dan wel eventjes naar de zijkant. Want dat blijft anders in je nagelriem zitten. En dat wil je niet als je super strak lakt. Dus hou dat even goed in de gaten. Dat je de korreltjes een beetje weghaalt uit de nagelriem. Maar hij lakt heerlijk, echt in één laag. Dus deze gaat alvast in de lamp. Ja, ik krijg intussen, zie ik dat de vraag is, krijgen we ook huiswerk deze keer? Want het is dus toch een e-workshop. Nou, de e-workshop is de aanduiding dat we op maandagavond zijn. Maar we hebben deze keer geen huiswerk. We hebben ook geen challenge. Die is weer aanstaande maandag. Hebben we namelijk weer wel de e-workshop waar je mee kunt doen. Waar je certificaat kunt verdienen. En waar je natuurlijk ook weer een prijs kunt verdienen. Wat dat nou is aanstaande maandag, dat is dit. Want dan ga ik live met Deborah. En Deborah gaat deze prachtige Magic with Cat Eye and Glitter designs laten zien. Dus met de verschillende cat eyes, met glitters daaraan toegevoegd, een beetje geodes, een beetje die ijskristallen die zijn doorgezaagd. Hier zie je ze ook allemaal. Hele coole, trendy designs.
En dat gaat dan weer aanstaande maandag gebeuren om 8:00 PM samen met Deborah. Deborah aan de techtafel en ik weer hier. En dan kun je natuurlijk weer gewoon je certificaat verdienen. En dan hebben we ook weer een prijs die jullie kunnen winnen. Vanavond is een extra ingelaste uitzending over die nieuwe producten. En ook omdat het gewoon altijd heel gezellig is om dat samen met Syriza te doen, dachten we een paar weken geleden van weet je wat, we doen er gewoon een lekker eentje extra. Zo wordt het toch nog wat. Hè? Bijna vrijna iedere dag gaan we wel een keertje met Niltalk Live. Live of semi-live. Dan gaan we terug naar Syriza. Ja, dat is hartstikke leuk. En dan eten we ook gewoon gezellig 's avonds. En dan nemen we gewoon de mannen en de partners nemen we gewoon mee. Dan zien we die ook nog eens een keertje gezellig. Dat is altijd goed geregeld. Nou, ik heb een tweede laagje aangebracht van de Cat Eye, omdat ik persoonlijk lak altijd alles 2 keer. Je zal nog een heel klein beetje verschil zien, maar het valt echt wel mee. Ik ga daaronder verder met het lakken. En ik ga hier straks het magneet gebruiken. Nou, handig om te weten is dat als je het magneet gebruikt, en de mensen die al flink aan de slag zijn met Cat Eyes, die hiervoor waren, die weten natuurlijk dat als je het magneet erbij houdt, het eigenlijk altijd donkerder wordt. Kijk hier, net een klein stukje, zo. Want ik trek eigenlijk alle metaaldeeltjes die erin zitten, trek ik naar boven toe. Die metaaldeeltjes zijn op dit moment eigenlijk helemaal verdeeld over de lak. Ik heb hier een ondergrondlaagje. Natuurlijk kun je ook zwart gebruiken op de ondergrond. Dan is je cat eye net iets intenser. Maar je kan ook zeggen, weet je wat, ik zet het magneet er alvast op. Dan is die sowieso al wel donker, cool. Hè? Ja. Doe hem even onder de lamp. Ja, dat moet je wel vrij snel doen, hè? Ja, nee. Valt echt wel mee met deze cat eye. Hij trekt hem heel snel naar boven. Maar het is niet zo dat hij dan ook weer heel snel wegtrekt. Dat valt echt wel mee. Dus niet zoals de cat eye top. Want die moet je echt... Dan moet je haast gewoon voor getraind hebben om dat zo snel te doen. Maar deze blijft echt wel prima staan, ondanks je hem echt wel heel erg naar je toe trekt. Ik heb dadelijk ook nog wel wat leuks om te laten zien, misschien dat dat kan. Even proberen. Je ziet nu dat de ondergrond die ik nu hier heb, eigenlijk dan donkerder is. Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Ja, dus je kunt op deze ondergrond ook weer diezelfde cat eye trekken. Alleen zal die dan iets meer intenser zijn, omdat de ondergrond wat donkerder is. Wat belangrijk is met cat eye is om niet te dik te lakken. Je ziet hier echt het kleurverschil, hè? Als ik nu de tweede laag lak. Niet te dik lakken. Goed zo, Cerise. Niet te dik lakken. Zo. Als je te dik lakt, dan ligt er dus wat meer metaal op. En zul je merken dat als je je magneetje erboven houdt, dat je soms wel eens de hele nagel zwart... dat de nagel heel snel donker wordt. Die verdeling van die metaaldeeltjes lukt dan niet zo goed. Dus als je nou naar je lak kijkt, naar je cat eye, en je denkt, nou, die cat eye zie ik niet genoeg, voldoende kan het zijn dat je net iets te dik gelakt hebt. Ja, ik ga hem weer boven houden. Hij gaat heel snel. En hij staat erop. Hij blijft best nog even staan. En nu gaat hij hem onder de lamp. Je zou hem bijna met een donkere kleur rood moeten of roze moeten combineren, hè, daarnaast als je een matte kleur zou willen. Want het is die streep, die wordt echt die lichte garnetkleur. Ja. En die rest wordt een beetje donkerder. Ja. Dat is wel echt inderdaad. Heel cool. Dat is heel leuk. Dan moet je maar eens gewoon afvragen, wat is dat nou eigenlijk voor lak? En dan ga je hem beter begrijpen. En dan ga je hem ook misschien anders gebruiken. Het zijn echt eigenlijk losse deeltjes in die lak, die we eigenlijk naar elkaar toe trekken. Dus daarvoor verandert hij gewoon heel erg. Nou, echt heel erg mooi. Ik ga hem dadelijk aflakken, dan is die wat duidelijker. Je ziet bij deze lak ook zeker nu de korreltjes een klein beetje op de oppervlakte liggen. Kun je dat zien, Pepijn, op beeld? Ja, een heel klein beetje. Een klein beetje liggen. Ja, een klein beetje. Heel licht. Ik ga hem hieronder nog een keer zetten. Ja. En dan ga ik hem eventjes zo plaatsen dat ik de ondergrond dus niet met de cat eye naar boven trek, maar dat ik de ondergrond zeg maar wat lichter laat zoals ik hem de eerste keer gelakt heb. Dan gaan we eens even kijken of dat echt heel veel effect heeft. Ja. Ik weet nu inmiddels dat ik de ondergrond gewoon ook cat eye wil hebben. Het is wel zo dat als je een zwarte ondergrond wil gaan gebruiken, dan zit je altijd wel met dat probleem tussen haakjes dan, dat je je zwart moet lakken. En als je gewend bent een elektrische manicure toe te passen, weten jullie allemaal dat zwart lakken echt altijd heel erg tricky is. Want je wil met je penseeltje natuurlijk onder die nagelriem, tenminste, zo goed als onder de nagelriem terechtkomen. En dan mag je dus echt niet één verkeerde beweging maken, want dan klonk gaat hij tegen de nagelriem aan. Dus ik gebruik liever geen zwart.
Gewoon luiigheid. Dat is duidelijk. Ik lees in de comments de vraag of magneten in kracht kunnen afnemen. En ik zie dat iemand daarop reageert wanneer hij te vaak aan een andere magneet blijft hangen. Dan kan hij in kracht afnemen. Dat wist ik niet dat dat zo is. En wat is jouw ervaring ermee, Cerise? Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb altijd ook eigenlijk maar één magneet. En die hangt altijd op mijn lamp in de salon. Dus daar komt verder niks in de buurt. Ik weet wel dat verschillende magneten echt verschillend kracht hebben. Dus ik heb een heel plat magneet gehad. Die deed eigenlijk niks. En die gaf eigenlijk gewoon maar een heel slap streepje. Terwijl dit magneet echt gewoon flat, een hele strakke lijn trekt. Dus ik weet wel dat het verschil is. Ik weet niet dat de kracht af kon nemen. Maar het is wel goed om te weten. Ja, en Deborah komt met de opmerking, plak ze dan op een plakroller, want dan komen ze niet in contact met metaal. Dat kan natuurlijk ook. Ja, daar zou ik ook niet op zijn gekomen, eerlijk gezegd. We gaan nu even kijken bij Cerise, want die is natuurlijk nu bezig met die kleur op die... dat geeft inderdaad weer een iets ander effect. Ik ga hem eens naast elkaar houden. Ja, ik wil hem altijd zo snel mogelijk in de lamp hebben. Daarvoor heb ik echt zoiets als eronder. Maar ik kan hem nu ook wel weer gelijk bekijken, want hij is gefriest. Ik zie wel verschil. De bovenste is net even wat donkerder dan de onderste. En zo zie je ook maar, als hij er zwart onder zou doen, dan zou hij dus nog donkerder worden als deze. Dus dan krijgt hij, wordt hij wat intenser. Ik ga hem even volledig uitharden en dan ga ik de topgels aanbrengen. Ik vind topgels eigenlijk altijd het mooiste op kleuren die licht zijn. Ik vind hoe donkerder de kleur, hoe minder mooi ik het vind als het mat is. Maar dat ben ik. Dat is gewoon heel persoonlijk. Behalve zwart. Zwart is wel echt tof. Maar pak nou bijvoorbeeld donkerrood of donkergroen, vind ik dat minder mooi. Dus ik pak het liefst, nu dus in dit geval, de wat lichtere kleur. Dan zou je denken, waar heb je het over? Ja, ik heb daar wel een idee over wat ik vind, ja of nee. Dus ik pak de lichtere kleur en die ga ik mat maken. Die daarboven maak ik glanzend. En dan kun jij bepalen welke je het mooiste vindt. Dan ga ik nog eventjes terug naar de comments. Ik zie dat Anita Verkooyen zegt, ik zie dat Cerise het in 2 tellen klaar heeft. Ik moet de magneet langer ophouden. Er is dus ook wel echt een verschil tussen magneten. Ook al zien ze er hetzelfde uit, heb je ze krachtiger en minder krachtig. En magneten kunnen wel hun sterkte verliezen, maar dat heeft te maken met de warmte. En ook na 10 jaar hebben magneten vaak nog wel hun kracht. Maar heb je natuurlijk een wat zwakker magneetje om mee te beginnen, zul je dat eerder voelen. Want de magneet die Cerise hier gebruikt, ik denk dat die hier al een half jaar ligt of zo. En in principe is dat gewoon, hij zit hier zelfs vastgeplakt aan een metal tool. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat het per situatie anders is. We gaan even verder kijken met jou, Cerise. Dat mag. Mijn hoofd graag, Gil. Dank je. Ja, het is wel zo, dat moet ik erbij zeggen, dat bijvoorbeeld de Cat Eye Topgel is bijvoorbeeld een topgel die echt die vliegt naar het magneet toe, maar die zakt ook zo onmiddellijk weer in. Dat is heel grappig, want de tweede kleurenreeks Cat Eyes, de rode, de blauwe, de groene, maakt niet uit, daar moet je best het magneet wel lang boven houden. Die reageert dus helemaal niet zo snel als die Cat Eye Top. Dus die moet je even op zijn plek houden, even geduld hebben. En dan zie je hem heel strak staan. En dan blijft hij ook wel goed op zijn plek staan. Nou, ik moet zeggen, ik was vorige week de nagels van Mea aan het doen. Het was heel leuk. Ik heb de Ruby Gel Polish gebruikt. Oeh, nice. De Cat Eye. En dat was de eerste keer dat ik echt Cat Eyes ging gebruiken in een behandeling. En ik was met Mea in gesprek. En ik dacht echt bij mezelf, het zit er al op. Dus ik vond het eigenlijk wel heel snel. Maar deze zijn dus nog sneller. Zo, boem. Ja. Nou, handig om te weten. Maar die nagels van Mea waren wel heel mooi geworden, hoor. Echt prachtig. Ja, ik ben echt wel benieuwd. Ik heb zelf die Ruby ook opgehad en ik had hem lekker als eerste in huis. Dus ik kwam hier echt, ik heb hem op. Zo mooi, echt prachtig. Die rode en die groene gaan wat sneller, maar de grijze en de blauwe, die hebben vooral het meeste tijd nodig. Maar deze gaan echt veel sneller. Net als de Cat Eye Top Gel. Alleen hij blijft wel dan weer mooi staan. Dus leer je producten kennen, inderdaad, want ze hebben allemaal net eventjes andere eigenschappen. Ja, een hele goede tip van je. Lisette vraagt zich af, zou het nog feller worden als je er wit onder zou zetten, onder die Cat Eye? Ik denk dat moet je even proberen, maar ik denk dat als je er wit onderzet, dat het wat zachter van kleur wordt. Ik weet het niet zeker, maar ik zou het proberen. Ik denk dat hij dan een beetje meer pastellerig wordt. Maar het is allemaal maar minimaal verschil, omdat het is een goed dekkende kleur. Dus het is allemaal minimaal verschil. Ja. Leuk, hè? Laten we eens even kijken, want jij bent nu de kleur aan het aanbrengen. Dit wordt dan de extreme matte. Dit wordt de matte. Ja, ik vind deze reeks in mat vind ik echt het noorderlicht.
Vind je echt wat? Het Noorderlicht. Het Noorderlicht, ah. Ja, vind ik. Als ik dat zie, denk ik, ah, oh, prachtige sterrenhemel. En dan zo'n bijzondere kleur erin. Ja, je kunt hem al zien. Oh, sorry, je hebt heel netjes gelakt. Het randje daarboven niet. Kijk eens hoe tof. Ja, super. Echt heel mooi. Ik heb hier ook alle andere kleuren ook op deze staal gezet. Leuk. Ja, ja. Het is wel leuk om die even bij elkaar te houden. En dan zie je hier ook de andere kleuren. Ook weer aan de onderkant in het mat. We pakken het even op over de shoulders, Cerise. Dat is net wat mooier beeld. Nou, prachtig. Die blauw is ook vet, ja, hè? Ja, heel erg mooi. En die paarse, echt ongelooflijk. Echt wel. En je ziet ook die streep erin wordt, als je een mat maakt, heel zacht. Waardoor die echt zo'n bijzonder effect geeft. Het is net alsof het een glans is. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, die groene is ook mooi, hè? Ja, ik vind ze allemaal mooi. Het is gewoon simpel. Ja, dus I just can't get enough. Het is echt heel erg mooi. Ik ben sowieso gek op cat eye. En vooral mensen die zeggen van, ja, ik wil wel iets bijzonders op mijn nagels, maar ik hou niet van dat nail art en zo. Nou, dan zijn die cat eyes natuurlijk gewoon ideaal. Of gewoon om als een accentnagel te gebruiken, of als accent dus de magneet erboven te houden, terwijl je al die andere nagels gewoon zonder het magneet plaatst. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Ja, ik krijg nog even in de comments, dat is heel fijn, van Artep Art. Ik heb het voor de zekerheid nog even opgezocht. Onder bijzondere omstandigheden kan een permanente magneet zijn magnetische eigenschappen wel verliezen. Onder andere door sterke verhitting, stoten en demagnetisering met behulp van andere magneten. En dat gebeurt er natuurlijk als ze tegen elkaar aanplakken. Onder normale omstandigheden vindt het verlies van magnetisme echter zeer langzaam plaats. Nou, dank je wel voor die tip. Dan heb ik een vraag aan jou van Teuntje, Cerise. Ja. En zij vraagt, hoe vaak wissel jij van kleur op je nagels? En doe je dat dan zelf of laat je het doen? Nou, ik wissel meestal om de 3 weken. Het ligt er een beetje aan of ik tijd heb. 3 of 3 tot 4 weken wissel ik wel van nagels. En dan doe ik ze zelf. Waarom? Mijn collega deed dat voorheen altijd voor mij. En dan deed ik die voor haar weer terug. Want we gaan echt geen geld aan elkaar vragen. Dus dat is een wederdienst. En dan waren we de hele dag lekker bezig. Maar die tijd hebben we niet meer. En even snel zitten, dat lukt bij ons niet. Dus ik verdeel meestal mijn setje zo over de 2-3 dagen. Met een beetje geluk. En dan zorg ik altijd dat ik in de les sta met in ieder geval 10 nagels altijd en fliek. Want dat staat wel zo netjes natuurlijk. Dus het moet klaar zijn en ik doe het altijd tussendoor. En dan heb ik van Lisette nog de vraag. Is de kleur van beide blauwe cat eyes hetzelfde of niet? Dus de eerste sapphire en de star sapphire. Dat is niet dezelfde kleur, hè? Oh, nee. Van de vorige. Ja. Reeks. Nee, absoluut niet. Het zijn echt totaal andere kleuren. Laten we nog heel even kijken. Dit blauw is echt... Bijna koningsblauw. Ja, en het heeft misschien... Ja, het is echt koningsblauw. Het neigt ook. Ik dacht eerst dat het turquoise was. Maar ik keek, ik denk, nee, het is toch echt wel blauw. Het blauw hiervoor is echt een beetje meer jeansblauw. Zeg maar. Dit is echt fel. Klaboem. Ik zou hem wil je even kunnen geven, hoor. Oh, dat is goed als jij hem ergens hebt. Het is misschien wel leuk om er even bij te houden. Want je denkt van, goh, nou heb ik ze allemaal. Nou hoef ik het niet, want ik heb al een blauwe. Maar dat is wel een hele andere blauwe, dit natuurlijk. Dat is echt ellende. Dan moet je dat weer hebben. Een vliegende hand komt om de hoek. Yes. Even op tip zetten. En ik zie ook een vraag langskomen van iemand die zegt, luister, ik gebruik nu een cat eye van een ander merk. En ik merk dat als ik dat eraf race, dat best wel wat moeite kost. En ik doe dat er nu met de hand afveilen. Jij hebt natuurlijk al ervaring met het afveilen van deze kleur ten opzichte van misschien een ander merk. Hoe verhoudt zich dat? Nee, niet. Dat moet gewoon echt exact hetzelfde zijn. De metaaltjes die erin zitten, ja, die verpulveren natuurlijk gewoon gelijk onder je vel. Het moet echt niet uitmaken, want de lak zelf is gewoon is flexibel ook. Het heeft een plaklaag, dus het moet er in één keer afgaan. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik heb dat nog nooit ervaren, laat ik het zo zeggen. Ik ben hier even de jeans blauw aan het oplakken. Nou zie je ook gewoon dat het eigenlijk al heel anders is. Ja. Laat ik hem gelijk eventjes boven bij de kleur houden die gewoon de kleur is. Zie je? Ja, dat is wel echt een andere kleur blauw. Ja, het is echt een andere kleur. Dit is haast, als je hem ernaast legt, is dit haast een beetje paarsblauw.
Als je hem ernaast legt. Ja, een soort lila. Lila-blauwachtig. Ja, ja, lila. Ja. Ik ga hem even... Nee, niet. Ik ga gelijk de magneten bovenhouden. Ik moet even denken. Gelijk de magneten bovenhouden, want ik heb natuurlijk zwart op de ondergrond. Dus deze doet het meteen. Zien jullie ook gelijk, de blauwe, dat ik die echt moet vasthouden. Voordat hij het doet. Ik ga hem nog even opnieuw doen, zodat jullie ook zien. Dat is heel bijzonder, want tenminste heel bijzonder. Toevallig weer. Oh, nog één dingetje. Als je hem opnieuw wil doen, smeer je hem gewoon even door. Ja, want het is lastig om hem... je moet hem eigenlijk opnieuw vermengen, hè? Ja, juist. Dan krijg je de mooiste cat-eye ervoor terug. Want als je te lang met de magneet blijft heen en weer spelen... op een gegeven moment denkt echt je lak... bekijk het maar, ik ga lekker slapen... en krijg je er helemaal niks meer mee voor elkaar. Dus je moet hem altijd even doorsmeren. Je ziet dat als ik mijn magneet erboven hou en ik haal hem weg... dat ik eigenlijk een heel flauw streepje heb. Ja. En hou hem wat langer vast, wordt hij al wat scherper. Ja. Maar nu hou ik hem er eventjes een poosje boven. Geef hem de tijd. Dan zie je dat hij echt super scherp is. Ja, cool. En hij blijft goed staan. Kom onder de lamp. En dan hou ik hem gelijk even boven die. Boven deze. Hij is natuurlijk nog niet volledig uitgehard, hè? Dat snappen jullie wel. Maar hij is gefriest, dus hij blijft in ieder geval nu staan. Dat is even belangrijk voor de vergelijking. Met het andere blauw. Ja, echt. Je hebt inderdaad gelijk. Het gaat meer richting lila. Ja, het gaat een beetje richting lila, inderdaad. En die andere is echt bijna de jurk van Maxima tijdens de inleiding. Ja, dat is echt heel blauw. En aan de glitter zijn de diamanten die ze droeg in de tiara. Oh, prachtig, hè? Ja. Echt geweldig. Nou, wie weet had ze het ook wel willen dragen. Haha, ik denk het niet. Nou. You never know. Poppy, jij vraagt... Hoe heet deze kleur? Dit is de Sapphire die we nu hebben laten zien. En die met die glittertjes, dus de nieuwe, heet de Star Sapphire. Omdat die nog meer fonkelt. Even kijken. En ik kreeg toen net ook de vraag, zou je misschien de cat eyes even bij de Balmasqué kleuren willen leggen? Om te kijken of daar een mogelijke leuke combinatie in te vinden is. Zeker. Even kijken. Even bij elkaar. Past dat zo op het beeld? Zo. Het is wel echt een heel ander soort kleur. Of heel ander soort glitter. Maar we bedoelden die, hè? Oh, de Balmasqué, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Pottentori. Noem die namen eventjes op voor mij. Zo. Zo. En nu we toch de Balmasqué erbij hebben. En dan in combinatie met de cat eyes. Oh, met de cat eyes. Oh, sorry. Ja. Nou, terwijl je die klaarlegt. We hebben ook nog een posterafbeelding. Daar zien jullie de juiste namen ook op van de Balmasqué kleuren. Dus laten we even die poster erbij pakken. Ja, ik ga eventjes dit losmaken. Want dan kunnen we even goed kijken. Kijk, hier zien jullie ze. Als je hier dus eventjes een screenshot van maakt, dan heb je in ieder geval ook de juiste kleuren bij de juiste gel polish. Nou, ze liggen klaar. Kijk, ja, eens even kijken. Mee. Daar hebben we de Balmasqué. Ik ga het wel even los, want ik zit zo te klooien. Zo. Nou, de Balmasqué en de cat eye, inclusief het magneet, zitten allemaal in het midden. Ja, en welke combinaties zou je dan maken? Ik? Ja? Niet? Nee? Ze zijn gewoon allemaal prachtig. Ja. De cat eyes zijn wat vollere kleuren. Ja, ik hè? Wou net zeggen, het is allemaal wat dieper. Terwijl de Balmasqué weer wat lichter is, wat meer cool en. Meer edelmetaal. Ja, het is en de structuur cat eye is zo meer anders. Meer edelstenen met een diepte en een innerlijke shimmer en een innerlijke burst van happiness. Ja, zeker. Ja, nee, ik zou daar geen combinaties van maken. Omdat de producten, die kleuren al zo mooi zijn van zichzelf, dan, dat is een beetje een gevecht van twee dingen bij elkaar die heel mooi zijn. Waardoor je dan denkt van, ja, ik weet niet waar ik moet kijken. Dus, maar ja, ik vind dat heel lastig. Misschien als jullie Deborah eventjes taggen, dat je even vraagt wat zij nou vindt. Want zij is heel erg van, nou, ik gooi dat gewoon bij dat en dat vind ik helemaal geweldig. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind die accenten juist mooi, om het bij een kleur te zetten.
En dan heb ik nog één vraagje van Teuntje. Jij vraagt, werkt het met de nieuwe Cat Eyes nou hetzelfde als wat je net hebt laten zien? Dus als je langer de magneten boven houdt, dat de lijn scherper wordt. Juist die nieuwe Cat Eyes reageren juist heel snel op die magneten, hè, Cerise? Ja, die gaan gelijk. Dan kun je hem erboven houden, maar dan, ja, daar doe je niet zoveel mee. Dus gewoon erboven zet het magneet en ja, hij staat al helemaal strak, helemaal mooi. Dus nee, dat heeft geen toegevoegde waarde. Nee, dus, nee, maar die Cat Eyes hebben wel zeker toegevoegde waarde. En natuurlijk de glitter gel polishes ook. Maar wat ook toegevoegde waarde heeft, dat is natuurlijk een product dat we onlangs hebben uitgebracht. Dit is al eerder genoemd, binnenkort ook in potten. Maar nog eventjes de commercial, omdat we echt doorheen racen vanavond van de Rubber Base, winning the race with the Rubber Base. Ja, dat was even een verrassing. Maar ik dacht, ja, we kunnen hem wel uitzetten. Maar hij is zo mooi. We blijven gewoon kijken naar die leuke balmaskee. En we gaan ook, we komen misschien straks nog wel even op de rubberbeest terug. Maar we gaan nu natuurlijk weer eventjes een stukje verder. Maar ja, het was wel leuk. Soms heb je die verrassingen in het leven. Het leven is net als een doos bonbons. Iedere keer is de verrassing wat je gaat eten. Hè? Een wijze uitspraak van Forrest Gump. Ja, voor de jonge mensen onder ons, die moet je zeker eens kijken, die film. Eens even kijken of er intussen nog iets is gebeurd. Of ik iets heb gemist. Heb je de Ruby Cat Eye ook op voorbeeld vanavond? Ik twijfel met de nieuwe. Hebben wij de Ruby Cat Eye ook op voorbeeld vanavond? Ik twijfel met de nieuwe, vraagt Miranda Krijns. Daar kan ik wel even voor zorgen. We gaan eventjes naar jou. Dan zorg ik even dat we de Ruby Cat Eye hebben om jou even het verschil te laten zien. Nou. Ja, die Ruby Cat Eye is ook echt geweldig. Dus ik ben echt wel eventjes benieuwd wat je daarvan vindt. Pepijn is eventjes aan het zoeken. En ik weet niet of het de bedoeling was dat ik al naar het volgende item zou gaan. Pepijn, wat denk jij? Nou, niet eerst dus. Hebben we hier een zwevend handje. Tadaa! 1,5 meter, hè? Heel ja. Goed. Heel mooi ook. Dan gaan we die gewoon even demonstreren. Ik heb de tafel weer even een beetje netjes gemaakt. Onder de glitters kom je niet vandaan. Dat is eenmaal zo. Nou, ik heb hier al een zwarte ondergrond. Ik vind de rode Cat Eye, dus de ruby, vind ik echt het mooiste op een zwarte ondergrond. Dat is persoonlijk, omdat hij dan wat dieper van kleur wordt ook. Ja, ik had hem gewoon bij meegelakt, echt gewoon puur als kleur. Oh ja, dat kan ook. Zeker. Dat was ook mooi, maar hij wordt inderdaad wat dieper en wat dramatischer als je hem op zwart zet. Ja, absoluut. Want dit is echt inderdaad ruby rood, hè? Echt robijnrood. En dat neigt toch altijd een beetje, zeg maar als het niet klopt, neigt toch altijd een beetje naar de oranje kant. Het is niet oranje hoor, het is rood, maar Pepijn denkt zich gewoon helemaal niks. Ja, nou, het is een beetje nee, briek hoor. Hè. Het lijkt nu een beetje briek, dus een beetje steenrood.
Ja, het is wel echt heel mooi. Maar zodra je straks die lijn erin zet? Ja, vooral met de zwarte ondergrond. Je zal zien dat deze net iets sneller reageert. Zie je het? Cool, als het blauw, maar ik hou hem er toch nog heel even boven. Dan is die echt mooi. Ja, heel mooi. Scherp. Nou, even snel vastzetten en dan kunnen we hem dan even vergelijken. Want je was dus in twijfel welke je dan wil hebben, Miranda. En ik denk dat we dat dan nu wel goed met elkaar kunnen vergelijken. De ruby of de garnet? Ik denk het wel, ja, de garnet. Kijk, dat is niet te vergelijken. Nee. Het is niet te vergelijken. Nee, dat gaat hem niet worden. Nee. Die garnet is echt gewoon een beetje paarsig, rozig eigenlijk. Ja, een beetje lila. Ja, wat moet je zeggen? Dit is echt gewoon rood, rood. Ja, rood. Ja, dus dat is wel echt een verschil. En hier zit natuurlijk de glitter in met een zachte streep. En hier heb je dus een wat echt donkere ondergrond, donkere achtergrond met echt een rode streep in het midden. En die streep die trekt de aandacht en je ziet hier rood, roze. Dus dat is echt wel een groot verschil. Het zijn echt twee aparte kleuren afzonderlijk van elkaar. Dus het is echt de keuze. En Lisette merkt op, het is net een bliksemschicht in de zwarte nacht. Ja, nou, dan inderdaad. Moet mij inderdaad ook wel aan denken. Best leuk, hè, die verschillen daartussen allemaal. Ja. Maar tijdens die hele periode van dat wij samen allemaal producten hebben ontwikkeld, kwamen we ook op een gegeven moment te praten over een penseel. En gaandeweg gingen we natuurlijk met elkaar praten en Syriza die had een idee voor een penseel. En die ging met mij daarover praten en toen dacht ik, nou dat kunnen we misschien wel maken. En we hebben dus een nieuw penseel, maar daarvoor gaan we terug naar Syriza. Ja, oh, ja, eigenlijk toch een technisch product. Heerlijk. Ik heb echt heel erg een voorkeur voor penselen. En ik gebruik altijd een gelpenseel of een stevig penseel om mijn powergel aan te duwen langs de nagelriem. Dat vind ik niet prettig om met een acrylpenseel te doen. Kan wel, maar ik vind het niet prettig. En daarna stap ik eigenlijk al, als het product lekker op de nagelplaat ligt, stap ik voor de lengte eigenlijk altijd over op een acrylpenseel. Omdat mijn acrylpenseel wat zachter is en daar kan ik wat harder op duwen en mijn product eigenlijk heel glad mee neerleggen en veel sneller mee naar voren trekken. Het acrylpenseel, ik gebruik de Prestige 10, is een groot penseel en ik snap dat niet iedereen dat prettig vindt. En toen kwam dit om de hoek kijken. Double power. En let op. Met twee kanten. Kijk, ik ga automatisch, pak ik hem zo vast. Met een langere haar en een kortere haar. Dat betekent dus glad strijken, aanduwen. Je ziet dat dit penseel, nou wat handig is ook, is sowieso dat er een dop op zit. Aan twee kanten. En je kan dus eigenlijk, ik weet niet of je dat, of je mij even in beeld kunt nemen. Je kunt dus eigenlijk hier aanduwen, omdraaien, glad trekken. Dus dat is echt heel erg fijn. Wat heel belangrijk is als je een nieuw penseel aanschaft, is dat je het gom wat erin zit, het Arabisch gom, wat de haartjes heel mooi in een bepaalde stand houdt, is dat je dat gaat verwijderen. Dat moet je met dit penseel ook doen. En er zit flink wat gom in om dat echt zo strak te houden. Dus ik denk dat dat handig is, Pepijn, vind je niet, om even uit te leggen hoe je dat gaat doen voordat je het penseel goed kan gebruiken. Ja, ja, het verwijderen van het Arabisch gom is echt wel essentieel. Voor het behoud van je penseel. Bij acrylpenseel is dat natuurlijk heel belangrijk, want als je dat niet goed doet, kan het penseel gaan splijten en dat is eigenlijk onherstelbaar. Maar dat geldt natuurlijk ook bij de langere kant van dit penseel, want dat is ook echt haar. De kortere kant van dit penseel is synthetisch haar, waarmee je dus meer druk kunt zetten. Maar gaan we maar even kijken hoe we dat dan moeten doen, Series. Ja, kom maar even naar beneden. Onder me heb ik een brush wipe neergelegd en daar ga ik allereerst mijn haar even op breken. Je ziet dat als ik hem laat vallen, dat hij echt kei en kei en keihard is. Ja, dat is ook om de punten te beschermen tijdens transport. Juist. Neerzetten, breken. Dat doe je als eerste. En de andere kant ook. Ik doe hem al twee kanten op. En dan draai ik hem eigenlijk even los op mijn brush wipe. Datzelfde doe ik met de andere kant van het penseel. Breken, breken. En eventjes losdraaien. Uitkijken dat als je dit doet, dat je niet te veel druk naar beneden gaat geven. Want als ik mijn schacht, eigenlijk het metaal van het penseel, als ik die hard op tafel neerduw, dat betekent dat mijn haren hier gaan breken. Die breken op die schacht. Als je dat vaak genoeg doet, dan gaat je penseel uit elkaar staan en gaat ontploft uitzien. Dus ook als je je product of als je je prep and wipe oppakt, zorg dan dat je die oppakt altijd met de zijkant van je penseel op deze manier. Of zachtjes met het puntje in je dip and dish.
Als je boven een pompje werkt, zorg dan dat je je pompje niet steeds indrukt met die haren van het penseel. Maar gebruik daar je schacht voor of anders eventjes je vinger waarmee je wat prep en wipe naar boven haalt. Zo. Ik heb het een beetje losgekregen en je ziet nu, ik weet niet of je dat goed kunt zien, misschien op het zwarte achtergrond, je ziet nu eigenlijk stofjes loskomen. En er komt echt behoorlijk wat uit. Ik doe dat niet hard, ik doe dat zachtjes. Ja, en kom niet in de verleiding om hem even lekker te dopen in prep en wipe, om het te versnellen, want ook dan kan dat penseel dus gaan splijten. Je moet het echt droog doen. Dat is echt heel erg belangrijk. En aan de andere kant, je hoeft dit maar één keer te doen. En dan is het gewoon prima natuurlijk. En je penseel is gewoon iets, dat moet je gewoon, dat gaat naar je hand staan, dat werkt lekker. En je kunt daar gewoon heel lang mee doen. Ik heb de demo van dit penseel, heb ik eigenlijk al sinds maart of april, ik weet het niet precies. Die heb ik eigenlijk, gebruik ik die altijd, behalve als ik hier natuurlijk de demo's geef, omdat die er nog niet was. Dus nu ga ik hem zeker gebruiken weer. Dat penseel is nog helemaal mooi, dus... gewoon een kwestie van onderhouden. Ik gebruik mijn fluffy brush. Kan ik ook gebruiken. Zachtjes tegenaan tikken. En op deze manier komt nog meer van het Arabisch gom los. En er zit flink wat in. Dus des te belangrijker dat we dat even goed doen. Misschien heeft Pepijn nog een leuk achtergronddeuntje. Ik krijg in mijn oor de vraag, waarom heet dit nou Arabisch gom? Nou, waarom het Arabisch gom heet, dat is omdat deze gom wordt in de Arabische landen gebruikt. En wordt ook heel veel gebruikt in bijvoorbeeld het maken van drop. Alleen dit is een synthetische variant die ervoor zorgt dat dat mooi bij elkaar blijft. Je kunt het een beetje vergelijken met een, waarmee kun je het vergelijken? In drop zorgt het ervoor dat het lekker taai is. En nu zorgt het ervoor dat het helemaal, dat het mooi die punt in model houdt. Die punt wordt er ook echt met de hand ingedraaid bij het maken van het penseel. En jij moet natuurlijk ook zorgen dat je altijd goed de punt in je penseel draait voordat je het dopje erop doet. En wat ik altijd doe, want ik ben heel zorgvuldig met mijn penselen, ik draai dus het puntje in mijn penseel, dan ga ik zo dichtbij kijken terwijl ik het dopje erop zet, en vlak voordat het dopje over het haar heen gaat, dus voorbij de schacht komt, draai ik het penseel in mijn hand, zodat ik zeker weet dat er geen haartjes uitsteken. Want als die haartjes uitsteken en je duwt door, dan de volgende keer dat je hem gebruikt, zijn die haren zo. En dan krijg je het niet meer goed. Dan heb je een boom, toiletborstel. Dus dat moet je altijd even heel kritisch bekijken. Maar zo hou je wel je penseel het mooist. Goed altijd in de gewenste vorm draaien. Dus in die punt. En dan goed, voorzichtig in je, je dop terug doen. We gaan kijken, hoe ver ben jij? Bijna klaar. Ik heb nog een tip voor jullie. Er zit altijd eigenlijk op een acrylpenseel. Zit er ook altijd nog een mooi plastic dopje. Probeer dat niet terug te krijgen. Cursisten echt. Die denken echt van, nou, dan zet ik hem terug, dan blijft hij netjes. Punt 1, heb je dan weer het gevaar van een dopje er perfect op proberen te krijgen. En punt 2, de liquid van je acryl zorgt ervoor dat je hele dopje smelt. En dan blijven de haartjes tegen dat dopje aanzitten. Ja, en dan is je penseel eigenlijk gewoon verknald. Ja, dat is een hele goede. Dat is heel goed dat je dat zei. Dat was vroeger, inderdaad, deden we dat heel vaak. Nou, Estelle, jij vraagt, hoe kun je penselen na gebruik het beste echt goed schoonmaken? Soms werkt prep en wipe bij mij niet voldoende, merk ik. Nou, dat heb jij nog een tip over? Ja, daar heb ik een hele goede tip over. En dat ga ik jullie ook even in mijn koffertje kijken. Nee, dat ga ik jullie niet laten zien. Bij cursisten bekijk ik ook regelmatig hoe het penseel eruit ziet. En ik zie vooral met powergel, zie ik dat er eigenlijk de haren worden schoongemaakt. Het penseel wordt schoongemaakt. Maar onder in de schacht, eigenlijk helemaal tegen de schacht aan, zie ik altijd dat daar een soort van poedervorming is gekomen. En dat is eigenlijk gewoon opgedroogde powergel. Je haren blijven daar nat en het product hardt daar toch een beetje uit. En je ziet dat doordat je daar zo'n ophoping van product krijgt in de vorm van poeder en plakkerige stukjes, gaan die haren een beetje uitstaan, waardoor je hem niet meer lekker kan gebruiken. Dan is je penseel niet meer zo mooi plat. En dat geldt hoofdzakelijk natuurlijk alleen voor de synthetische penselen. Die zet ik in de nagellak remover zonder aceton van Magnetic. Hoe andere merken dat doen, weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Want ik gebruik deze altijd. Ik vul mijn deppendish, vul ik met een beetje van de nagellak remover zonder aceton. En daarin, bij cursisten, doop ik hem dan in. En dan zie je al die viezigheid helemaal naar boven komen. Dat lost gewoon op. Ik adviseer om dat om de dag toch wel te doen na het werken. Dan zul je dat nooit meer hebben. Dan blijft je penseel echt schoon. Daarna even door de prep en wipe
goed laten drogen en daarna rubberbees in je haren. Dan blijft het mooi bij elkaar staan. Dus dat is mijn tip voor het goed onderhouden van je penseel. Ja, ik zie inderdaad ook een aantal mensen die zeggen, altijd met een klein beetje gel wegleggen. Dat zorgt er ook voor dat hij mooi in dat penseelpunt blijft zitten. Ja. En Annemarie, jij vraagt, kun je nog iets doen aan een ontplofpenseel? Nou, eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, eigenlijk niet. Er zijn wel een aantal dingen die je kunt proberen om het penseel te redden. Het ligt eraan de mate van ontploftheid. In het alleruiterste geval kun je kokend water nemen in een bekertje. Eerst heb je dat penseel helemaal goed schoongemaakt. Kokend water in een bekertje en dan het penseel daarin dompelen. Een minuut tot anderhalf. Dan eruit halen en proberen die punt erin te krijgen. Want door dat kokend water verzacht dat haar. En is hij zich soms nog weer recht te modelleren, maar dat is echt meer de uitzondering dan de regel. Daarom moet je altijd zo voorzichtig zijn met je penselen. En moet je dus ook, als je gaat pompen op een pompflesje, niet met die haren pompen, maar echt met die schacht, zoals Risa net vertelde. Ja. Heel erg voorzichtig doen. Even kijken. Poppy zegt, ik heb dit ook wel eens met een gelpenseel, zo'n weerbarstig haartje. Let dan goed op als ik de dop erop zet. Ja, het kan soms gebeuren. Mocht het nou gebeuren dat je één zo'n haartje hebt wat uitsteekt, trek het er in hemelsnaam niet uit. Want die haren zitten bij elkaar in die schacht geduwd, geklemd. Als jij de haren uittrekt, komt er speling in die haren. En wat er dan kan gebeuren, is dat je haar gaat verliezen uit je penseel. Dus als je al een weerbarstig haartje hebt, niet eruit trekken. Maar dan knip je hem heel voorzichtig af tegen de schacht van het penseel. Heel voorzichtig, alleen dat ene haartje. Nooit eruit trekken, want dat is het begin van het eind. Oké, we gaan even terug naar jou. Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt met dat de haren eruit trekken, dat werkt niet. Hè, daar maak je het niet mooier mee. Maar inderdaad, als je die afknipt, echt helemaal naar beneden, helemaal bij de schacht. Zo kort mogelijk proberen te knippen. Want anders heb je een heel raar kort haartje ertussen zitten. En dat werkt ook niet fijn. Dus ja, het is altijd een dingetje. En penselen kosten nou eenmaal wat centjes. Dus wees daar zuinig op. Ik heb het penseel schoon. Eindelijk. Er zit dus best wel veel Arabisch gom in. Dus zorg dat je dit hebt gedaan voordat je klant komt. Want je moet echt daar even de tijd voor nemen. Zorg dat hij goed schoon is. En dan even door de prep en wipe heen halen. En dan heb je gewoon een mooi penseel. Ik heb hier inderdaad de korte kant en de wat langere kant. En heel leuk van dit penseel is dat als je nou eenmaal... Is dat als je eenmaal... als je hiermee aan de slag gaat, merk je dat de acrylkant... Het is een korte acrylkant. Dus als je niet zo weg bent van een groot acrylpenseel, is dit ideaal. Het is echt voor een salonnagel perfect. En hier is de wat stevigere synthetische kant. Dus die voelt ook heel erg anders. En ik ga jullie dadelijk laten zien hoe je hiermee heel goed het product kan aanduwen. Ik heb alvast een kolenpopje. En een spatel. Ik breng een beetje extender op alvast. Ga dit niet nadoen op de nagels van een klant. Dit is natuurlijk gewoon eventjes de stap nadat je je bond aan hebt gebracht en de nagel gaat bouwen. Hè? Ik zie dat er in de comments wordt gesproken over wat de click-on penselen nou precies zijn. Nou is dit penseel geen click-on penseel wat Syriza hier gebruikt. Want click-on penselen, dat zijn penselen die klik je met de achterkant zo aan een houdertje. Maar ik heb die natuurlijk hier wel in de studio, dus terwijl Syriza daar bezig is, ga ik haar dat even aangeven, dan kan ze je dat laten zien. Ja, het is ook wel leuk, heb je de houder ook staande bij Pepijn? Ja. Oh, wat leuk, ja, daar gaat het natuurlijk om uiteindelijk, dat je ziet hoe makkelijk dat is. Ik heb hem ooit gehad en ik had niet meer zoveel click-on penselen, maar ik krijg er nu eigenlijk weer steeds meer, dat ik denk, ja, ik moet eigenlijk gewoon weer eventjes opnieuw zo'n standaardje hebben, dat ik ze er gewoon aan kan zetten. Maar ja, ik moet het heel vaak in- en uitladen, dus dat is een beetje onhandig. Wat ik wel alvast ga doen hier zo is bolletje even neerleggen. Terwijl Pepijn op zoek is naar de klikhand. Nou, ik ben niet op zoek, maar ik moet eventjes wel de penselen erop bijgeven. Zo, zet ik het bolletje vast neer en die laat ik daar even staan. Dat is weer de kracht van Powergel, hè? Ja, dit is het houdertje. Even kijken of ik hem een beetje recht heb. Alles gaat natuurlijk in spiegelbeeld. Dat ben ik ook altijd, vergeet ik ook altijd. Nou, daar hangen de penselen aan. Je hebt dus eigenlijk alleen dit houdertje. En ik laat hem gewoon los. Met een magneetje naar boven. En dan kun je ze zo ophangen. Het is heel belangrijk, en zeker natuurlijk met een acrylpenseel, dat je hem altijd ondersteboven bewaart. Nou, dat is fantastisch. En in het uiteinde van het
penseeltje zit een magneetje. Zeg ik goed, hè? Dit is het magneetje. Ja, inderdaad. Ja, ja. Af en toe moet ik denken, wat is het magneetje? Zo. Sommige mensen maken hem aan hun lamp vast, maar dat zou ik echt niet doen. Want dan krijg je natuurlijk die stof die elke keer naar boven komt, gaat dan in je haren zitten. Dat is echt niet handig. Deze penseeltjes blijven dus eigenlijk op alles wat metaal is, gewoon hangen inderdaad. Dus dit is hartstikke mooi. Zet hem gewoon op je tafel neer. Je kunt zo je penseeltjes eraf halen en je hebt het gewoon binnen handbereik. Super handig. Zeker als je niet steeds je spullen moet inpakken. Dus zet het niet in de zon trouwens. Ja, niet in de zon als er een gelpenseel aan hangt. Voor acrylpenseel is het helemaal ideaal, want als je acrylpenseel op zijn kop zet, dan kan het vloeistof van het acrylpenseel in de schacht lopen waar het gaat oxideren of roesten. En dan krijg je dat geel in je penseelhaar, wat er ook niet meer uitgaat, dan is eigenlijk je penseel ook niet meer goed. Vandaar dat het beste acrylpenselen ondersteboven op kunnen worden gehangen, zodat het eventueel te veel aan liquid eruit kan lopen. En het idee dat heeft meegekregen toen zij bij onze favoriete Chinees zat te eten, want Chinese calligrafiepenselen worden altijd opgehangen aan hun kontje, zodat het haar naar beneden staat. En vandaar deze klikkelpenselen. En hoeveel er aan dat rekje kunnen, is afhankelijk van welke penselen je gebruikt. Ik zou het niet te vol hangen, want je moet wel makkelijk je penseel ervan af kunnen halen natuurlijk. We gaan kijken bij jou, Cerise, hoe jij mee hiermee werkt. Want we komen al dicht bij 10 uur. En ik wil eigenlijk voorkomen dit keer dat we over de 10 uur heen gaan, om te zorgen dat we toch in deze live feed blijven. Ja. Dus we gaan naar jou. Ja, ik heb het bolletje vast neergelegd en gewoon naar de zijkant gesmeten. En voilà, hij ligt nog op zijn plekje. Hij is een beetje uitgezakt nu, natuurlijk nu, dus ik ga even de lange kant van mijn penseel, dus de acrylkant, zie je, dit is synthetisch. Dit is de acrylkant, ga ik even gebruiken om even dat bolletje op zijn plek te zetten. Misschien is het handig, Gil, even in beeld hoe ik als ik dit doe, doe ik dit echt met de lange kant van mijn schacht. Ik denk dat we dat beter op camera 6, oh ja, nee, zo is het goed, ja. Zo is het goed. Dus op de bovenkant, als je dat speciaal wil doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even met je vinger duwen. Dus niet met de haren van je penseel. Zo. Met de zachte kant zet ik eventjes de power gel naar boven, omdat hij een beetje uit is gelekt. Zo. En nu ga ik met de korte kant van het penseeltje, kan ik heel mooi het product aanduwen. En het is een heel, het heeft een heel fijn puntje, een fijn uiteinde met veel kracht. Dus je ziet dat ik met dat uiteinde eigenlijk heel makkelijk het product op zijn plek zet. Ja, dat zien we op over de shoulder ook goed, want dat is dus waarmee je de aansluiting creëert bij de cuticle. Juist. Dus ik zet hem echt met dat puntje lekker neer. Ik heb genoeg kracht. Ja, dat kunnen jullie helaas niet voelen, maar geloof me maar. En als ik hem dan zo over het eerste gedeelte van de nagel heb, en dat aanduwen doe ik eigenlijk altijd met de hele nagelplaat. Dus dat betekent de cuticle en dan de zijwallen tot aan de ingroeipunten van de nagel. En dan bij de vrije rand, vanaf daar, ga ik hem eigenlijk pas meeslepen met een acrylpenseel. Dat acrylpenseel is vele malen zachter dan de synthetische gelkant eigenlijk, maar zo even te zeggen. En je ziet dat ik met dit acrylpenseeltje dus eigenlijk het product heel glad aan kan trekken, zonder daar te veel strepen te maken. Het is wel een hele lange nagel. Je ziet dat het heel glad ligt. Terwijl als ik de synthetische kant zou pakken, merk je dat ik veel sneller... Krijg ik al meteen een deuk? Ja, krijg ik al meteen een deukje. Merk je dat ik veel sneller in mijn product zit. En het eigenlijk een beetje hobbel de bobbel maak. Nu weer de zachte kant. Om glad te duwen. En weer mee naar beneden te nemen. En ik zet echt flink kracht. Dus het is niet zo dat ik nu in één keer minder kracht zet. Ik zet dezelfde kracht. En toch merk je dat het toch het product echt mooi glad blijft. Voor de houdbaarheid van je penseel, zorg dat je niet dit doet in je product, naar de zijkant, maar zorg dat je altijd je haren ten alle tijden helemaal plat hebt. Plat en meeslepen. En meeslepen met je acrylkant. Gewoon altijd glad bewaren. Nooit met het puntje van je penseel werken. Dat doen we met de synthetische kant. En daar leggen we het product glad mee. Dus je ziet eigenlijk dat je verwerking met een acrylpenseel heel glad is, zonder dat je een groot penseel hebt. En je hebt hem aan beide kanten, dus het is gewoon die kant. En draai je die kant. Het is net een soort majorette. Dat is heel fijn.
Dus je hoeft niet weer je penseel op te pakken. Dat je denkt, oh, nu die weer neerleggen, weer een andere pakken. En dat scheelt echt enorm veel tijd. Ja. Ik heb in de tussentijd even een vraag of een opmerking van Cora van Dongen. Zij vindt PowerGel Nude wat stugger dan de Extender. Vind jij dat ook, Cerise? Ja, dat klopt inderdaad. Ik merk wel dat het wel eens van pot verschilt, zeg maar. De Nude is echt wel een stevigere gel. En ik weet dat de Extender, de laatste periode, is die echt heel mooi en zacht. Ook helemaal niet meer zo heel erg plakkerig en kleverig. Kun je hem lekker oppakken en heel zacht verwerken. Dus de Extender is nu op dit moment echt zeker zachter dan Nude. Ja, en natuurlijk, Nude heeft meer pigment erin. En doordat er meer pigment in zit, heb je dus ook een wat andere viscositeit, zoals dat dan heet. Oftewel een andere dikte, een andere stevigheid van het product. Nou, ik denk dat dit wel alles was over het penseel. Ik zie veel mensen reageren, oeh, ik moet dat penseel hebben. Ja. Nou, ik moet het ook hebben hoor, want ik heb het al een tijd. Het werkt als een tierenlier. Ja, laten we nog even kijken hoe glad die nagel is geworden. Ik heb hem niet helemaal doorgetrokken. Het is een babyboom. Ja, leuk. Het is gewoon een babyboom. Een easy babyboom. Ja, je ziet wat een grote bol er nodig was. Zo groot is die tip. Het is echt ongelooflijk. Maar je ziet dat het oppervlakte zo glad ligt eigenlijk. En dat heb je met werken met een acrylpenseel. Maar ik merk toch dat cursisten en ook veel startende cursisten bijvoorbeeld, zoiets hadden bij zichzelf van, nou, ik vind het wel een heel groot penseel. Die vonden dat best lastig. En een groot acrylpenseel moet je ook mee leren werken. Want een groot acrylpenseel neemt ook wat meer vloeistof op. Dus door te veel vloeistof kan je bijvoorbeeld een beetje liftingsproblemen krijgen. En volgens mij is ik hier in slaap gevallen. Kun je een beetje liftingsproblemen krijgen. Een acrylpenseel moet je dus ook wat beter droog maken op je wipe als het een groot acrylpenseel is. Dus ja, dan is dit tussenmaatje eigenlijk wel super handig. Met een langere nagel gebruik ik liever de Prestige 10 natuurlijk. Maar in de salon voor gewoon nagels zetten. Leuke salonlengte, super makkelijk dit. En snel natuurlijk, pap, 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 van de ene naar de andere kant. Ja. Ja, en de acrylkant is ook het favoriete penseel van Wendy. Want die hebben we natuurlijk ook gekend, onze eigen Wendy Kuhns. Van wat is nou voor jouw favoriete acrylpenseel als je met de PowerGel werkt? En dat is dus haar favoriete acrylkant gecombineerd met een gel overkant. En dan wel in dat dubbelzijdige wat Cerise natuurlijk graag wilde. Ja, en zo heb je dan uiteindelijk het beste van alle werelden. Mee zegt altijd nummer 1, word je nooit alleen. Nou, dat geldt zeker, want dat doen wij natuurlijk altijd met al onze trainers, maar ook met jullie allemaal. Delen van kennis, delen van plezier en natuurlijk delen van ideeën. Nou, laten we eens even nog gaan kijken. We hebben nog één nieuw product, geloof ik. Ja, klopt inderdaad. Ik zat even te kijken of mijn oortje nog goed zat, want die zweeft hier ergens naar buiten. Maar ik heb niks gehoord, dus volgens mij is het hier goed. Ik wil jullie heel snel even één klein dingetje laten zien. Als je cat eye top onderbreekt in de tussentijd met uitharding, wat er gebeurt. Dit gebeurt met je cat eye als je hem onderbreekt in uitharding. Minimaal 30 seconden in de twin light. Als je hem er te kort inhoudt, dan wordt die kaassoufflé, gaat hij rullen. Dus dat kan niet. Het is wel een leuk effect trouwens. Maar dat voor de volgende keer. Oké, goede tip. Dus minimaal 30 seconden per laag gel, cat eye gel polish om te voorkomen dat die kaassoufflé wordt. Ja, dat hij gaat rullen en ribbelen. Oké, nou, je hebt nog. Oh, je hebt natuurlijk ook nog airnails. Ja, we hebben namelijk ook nog voor de airnails liefhebbers nog nieuwe airnails maskings. Laten we daar even snel gaan kijken, Cerise. Ja, ik zal ze in ieder geval laten zien en dan kijken we daarna wel verder. Heel erg leuk, Autumn City. Ik heb ze niet allemaal uitgeprobeerd. Ik had zoveel op staal te zetten dat ik nog even tijd had voor de wat meer masking. Dat je denkt van, wat moet ik daar nou mee? Dat ga ik je wel even laten zien. Maar hier is heel erg leuk, de Autumn City. Die, er zitten allerlei herfstblaadjes in, parapluutje, de Eiffeltoren, een lantaarntje, super schattig om te hebben. Regendruppeltjes. Ja, regendruppeltjes inderdaad, echt heel erg leuk. Ik heb echt wel ideeën bij. En hier zat ik echt op te wachten. Losse blaadjes, Dance of Flowers. Je ziet hier zo, en dat zijn ze niet eens allemaal die erop staan, want er staan er nog veel meer op dan dat je hier ziet. Dat was wel eventjes een instinker. En dat zijn de losse blaadjes. Ik zal je laten zien wat je daarmee kan doen. Dat heb ik al voorbereid. Gewoon eigenlijk in één kleur. Ik heb wit gebruikt eigenlijk. Dan kan je gewoon doorsprayen. Dat kan dus heel snel klaar zijn. Maar kijk eens. Je kunt dus zelf bloemen creëren. En je hebt al die blaadjes zelf gegroepeerd? Ja. Ik heb verschillende blaadjes gepakt en daar overheen gesprayed. Ik zal jullie in mijn boekje laten zien welke ik heb gebruikt al.
zeer. Dus ik heb die blaadjes gebruikt, heel licht gespreid aan de zijkant. En eigenlijk allemaal inderdaad gegroepeerd per pijn, wat je zegt. En daar uiteindelijk een mooie bloem van gemaakt. Het is wel even een werkje. Maar het is heel leuk, want dit geeft je eigenlijk alle creatieve vrijheid om de bloem te maken die jij mooi vindt, in plaats van het standaard bloemetje. Dus hier kun je bladeren, takken en ja, allerlei kleuren. Ja, je kunt hier heel veel diepte mee geven. En ik ben eerlijk gezegd zo benieuwd wat Jessica en Anjo hiermee gaan doen. Ik kan echt niet wachten. Dus ik wacht stiekem ook een klein beetje op hun. En in de tussentijd ga ik natuurlijk gewoon met mijn eigenlijk easy manier. Gewoon dus alleen met wit, want ik vind dat al mooi. Heb ik in ieder geval al een beetje mijn idee gegeven. En, maar ja, dit vraagt echt naar nog meer creativiteit hoor, om hiermee aan de slag te gaan. Dus heel erg leuk. Ja, toevallig wat jullie niet weten, maar dat weten Cerise en ik wel, is dat wij gisteren voor onze internationale trainers in een besloten groep de hele dag een airnails training hebben gegeven. Of heeft Jessica gegeven en ik heb dat genarrate, net als dat ik dat vandaag doe. En Cerise was mee aan het kijken vanuit haar salon, samen met al onze internationale trainers. We hebben dus een hele dag zitten airnails. Dat was echt heel erg leuk. Ja. Wanneer gaan we deze producten allemaal lanceren? Dat is tijdens het kortingsweekend van 27, 28, 29 en 30 november. Dit is een online kortingsweekend. Je krijgt 20% korting op het oude assortiment. Je krijgt 10% korting op Elektra. En de nieuwe producten zijn uitgesloten van deze kortingen. Maar wat wel heel erg leuk is om te melden, naast het feit dat we op vrijdag en maandag natuurlijk de winkel gewoon open hebben. En bij de verschillende distributeurs is dat anders. Sommigen zijn wel open, sommigen zijn niet. Maar bij iedereen is er een online kortingsweekend en is deze lancering van al deze nieuwe producten. Maar als jij nou voor meer dan €150 ex-BTW je bestelling doet, dan krijg je, mocht je die nog niet hebben, natuurlijk de Magnetic Agenda cadeau voor 2021. Hier zie je hem nog een keertje. De Magnetic Agenda van 2021 met daar onder andere een heel leuk interview met Jaap Steeman, de main man van Magnetic natuurlijk. We hebben ook een heel leuk interview met jou, Cerise. En een step-by-step die je hebt gedaan voor de Rubber Base maand was dat, geloof ik. Maar ook een interview met Mirjam Zwart, met Wendy Kuhns, met distributeurs, met Natalia Krietsenka. Echt, het is bijna een soort magazine, maar dan in agendavorm. En ik ken al mensen die hebben hem gekregen, maar die bewaren hem als limited edition, zetten er niet eens hun afspraken in. En hij is echt prachtig geworden, met natuurlijk een afbeelding van Jessica op de voorkant. Dan was er nog één product, daar heb jij om zitten vragen. En dat is namelijk, hij is back. Terug van weg geweest, tadadadada, de Silky Smooth. Tada! Oh, dit is ook zo fijn. Dit is gewoon een technisch product voor mij. Ja, echt. Dat zijn dingen die verbruik ik echt. Niet normaal. Ik ga even kijken of ik hem open kan breken, want ik heb hem al een beetje te hard opengetrokken. De keer. Het allerleukste is natuurlijk al de verpakking. Prachtig, hè? Ja, Seduction stijl. Ja, het is echt, echt magnetic ten voeten uit. Gewoon zo'n item, gewoon zo prachtig mooi verpakken. En hier is die. En hij is echt improved. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar hij is super zacht en hij veert. Nou, dit gebruik je gewoon als massage item. Dat is echt ongelooflijk. Je kunt hem desinfecteren ook gewoon. Dus dat is heel erg belangrijk tussen je klanten door. En het leukste is dat ik jullie nu even ga laten zien hoe ik hem heel goed gebruik. Ik gebruik deze niet zo lief voor stof. Voor stof gebruik ik zelf altijd de grote borstel van Magnetic. Heb ik hem hier staan? Ik geef hem aan. Gaat me lekker door. Ja, ik vind altijd met stof, ondanks dat ik een goede afzuiger heb en ik wil van mijn stof af, merk ik dat deze borstel, ik wil altijd alles rechtop, deze borstel, andere kant, deze borstel is echt heel erg fijn. Hij is heel erg zacht en ik neem altijd gelijk de hele hand mee, de arm mee. Gelijk schoon in één keer. Dus dit is echt een fijne borstel voor stof. Deze borstel gebruik ik om stofvrij, vetvrij te maken. Ik heb hier mijn pompje staan, die daar net op een hele mooie plek stond. Misschien nou, ik denk dat we het op camera 5 goed kunnen zien. Want dan hebben we het vanaf een wat grotere afstand. Kijk maar. Ja, inderdaad. Nou, zo staat hij niet lekker, dus hij gaat gewoon zo. Wat ik doe, ik heb deze naast me staan en ik zet mijn haartjes erbovenop en ik duw hem in. En dan zie je op mijn zwarte handschoen heel goed dat ik dit gedeelte echt lekker stofvrij en vetvrij maak. Aan het einde van de behandeling ook gelijk onder de nagels. Dan zit er geen stof meer onder de nagels. Dat is heel belangrijk. Dat doe ik
Voordat ik mijn product op ga zetten, dat doe ik voordat ik mijn lak aan ga brengen. Stel je voor dat ik even een korte pauze heb gehad. En je bent naar het toilet geweest, enzovoort, enzovoort. Dan laat ik de klanten wel natuurlijk gewoon de handen goed wassen. En dan neem ik wel het nageloppervlakte nog heel even af. Met een met prep en wipe natuurlijk en een nail wipe. Want dan ben ik bang dat er iets op de nagel achter is gebleven. Maar zolang jij bij mij aan tafel zit, heb ik genoeg aan dit borsteltje om het lekker vetvrij en stofvrij te maken. Dat is echt ideaal. Daar ga je echt verslaafd aan raken. Zo ook ik. Ik vond dat echt de tip van seizoen 5 was dat, geloof ik, dat je dat hebt laten zien. Ja, en sindsdien wel, doe ik dat ook. Ben verslaafd aan het borstje. Silky Smooth is verbeterd inderdaad. Ik krijg nog de vraag, hoe maak je hem schoon? Je kunt hem gewoon met water en zeep schoonmaken onder de kraan. Laten drogen, insprayen met 80% alcohol. Ongeveer 5 minuten laten intrekken en dan vervolgens is alles gedood. En dan kun je hem gewoon gebruiken. Het is echt een heerlijk borsteltje. Nou, dat waren de nieuwe producten van vanavond. Ik heb nog één dingetje ziek in mijn ooghoek van Cerise. Ja, ik kan gewoon geen afscheid van jullie nemen. Even één dingetje. Wat heel belangrijk is als je op deze manier de nagel stofvrij en vetvrij maakt, is dat je heel veel stof met het borsteltje weer eigenlijk naar je flesje prep en wipe toebrengt. En dan zie ik heel veel meiden die echt met best wel behoorlijk wat aangekoekte stofresten zitten onder dat in dit potje, in dit flesje eigenlijk. Dus jullie moeten even weten, en ik weet dat heel veel mensen dat niet weten, als je het schoon gaat maken. Op camera 5, ja. Elke dag even dit eraf halen. Ja. De binnenkant goed schoonmaken van stof en bacteriën enzovoort enzovoort. Moet je echt iedere dag doen, omdat je zoveel stof hier naartoe brengt. En dan het dopje eventjes boven en onder goed dat is een schoonmaken. Hele goede tip van je. Dankjewel, Cerise. Stofvrij maken en gedesinfecteerd is het sowieso, want het is natuurlijk prep en wipe. Dus ja. Dan is die weer klaar. De vraag is, kan die in de ultrasoon? Vraagt Josephine Dijkman. Als je een grotere ultrasoon hebt wel. Ja, zeker weten. Je kan hem in de ultrasoon doen. Ik doe altijd de borsteltjes apart in de ultrasoon. Eigenlijk aan het einde van de dag, omdat ik weet dat er veel stof uitkomt. Zet ik ze daarin en dat doe ik 2 keer. Eerst de ene kant, dan de andere kant. Omdat, omdat het een heel klein beetje bovendrijft. Ik weet dat als er iets van je tool boven water staat, dat het niet 100% desinfecteert. Als je hem na de hand nog een beetje met alcohol inspreekt en je gebruikt hem hoofdzakelijk voor je prep en wipe, komt het echt helemaal goed. Nou, dankjewel Cerise voor alles wat je aan met ons hebt gedeeld. Het was echt weer ontzettend leuk, ontzettend gezellig. En wat wordt het altijd, we kunnen uren doorgaan, hè, lieve schat? Ja, het is echt verschrikkelijk, want ik dacht, dit moeten we toch wel binnen een uurtje kunnen doen. Maar dan denk ik, oh ja, dat nog. En dan heb ik nog niet eens al jullie vragen meegelezen, want dan had ik waarschijnlijk nog langer door blijven praten. Ja, nou, dat doen we de volgende keer weer. Aanstaande maandag ga ik live en dan kun jij een certificaat krijgen en maak je ook kans op nieuwe prijzen met Deborah. En Deborah gaat Magic with Cat Eye en Glitter laten zien. Prachtige designs, echt heel erg mooi dat Cat Eye effect. Kijk ook even mee naar de andere afbeelding waar we ze allemaal kunnen zien. Of hebben we alleen deze nu nog? Maar in ieder geval aanstaande maandag 8:00 met Deborah live. Magic en Cat Eye, hier zie je ze, zijn echt schitterend. Dan hebben we natuurlijk aanstaande woensdag Nail Talk Live met hele leuke nail art. En dan gaat Cerise een hele feestelijke nagel met goud en zwart laten zien. En nou, aanstaande woensdag vertel ik jullie meer. Zorg ervoor dat jullie die nieuwe producten shoppen. We lanceren ze. Limited edition, glitters, gel polishes, cat eyes, metal inlays. Meer dan over hen heen huizen spreken. Ik zeg nog één keer, dag lieve en dankjewel lieve Cerise. Ja, het was weer hartstikke leuk om erbij te zijn natuurlijk. Zoals altijd, het is een lange dag, maar wel echt altijd de moeite waard om even heen en weer te komen rijden. Superleuk en voor jullie allemaal een hele fijne avond. En ik ben super benieuwd wat jullie met alle nieuwe producten gaan doen. En ik hoop dat ook weer terug te zien natuurlijk in de Nail Talk Live groep. En natuurlijk namens mij en de regie hier achter de schermen ook heel erg bedankt. We sluiten af met die beloofde Rubber Base commercial. Win your race with Rubber Base. Veel plezier met de nieuwe producten en tot snel. We'll be right back.
Thank you.